Dames en heren, ik zie dat iedereen zijn plek ingenomen heeft. Ik wil u graag beginnen, het is 7:30 geweest. Ten eerste hartelijk welkom bij de raadsdebatten van dinsdag 30 oktober 2018. Hartelijk welkom ook mensen thuis, die thuis luisteren of thuis meekijken. Een woord van welkom ook mensen op de publieke tribune, burgemeester, wethouders en natuurlijk de raadsleden. Welkom allemaal, zonder jullie zou het debat natuurlijk niet mogelijk zijn. Een speciaal woord van welkom voor mevrouw Jansen, moet ik inmiddels zeggen. Mevrouw Smelt stond er nog als bordje, maar ik zie dat het bordje inmiddels aangepast is. Maaike is 22 oktober, zeg ik goed, hè? Getrouwd, dus dat is erg leuk. Gefeliciteerd daarmee nog. Ik zie dat het bordje nogmaals aangepast is. We hebben trouwens vandaag dus mevrouw Jansen Smelt. Dus dat is hartstikke leuk. Te beginnen met de agenda van vandaag. Agenda punt 3 is komen te vervallen. Anticiperen op de omgevingswet 1.0 was aangemeld door het CDA, maar deze hebben zij ingetrokken. Houden wij vandaag drie agendapunten over, te weten agenda punt 1 van de mystery guest, agenda punt 2 actualisatie inspraakverordening gemeente Twenteram 2018 en agenda punt 4 strategisch vastgoed. Beginnen wij vandaag met agenda punt 1. En daarvoor heeft zich één inspreker gemeld, dat is de heer R. Legebeke. En hij gaat inspreken namens de voetbalvereniging Voorwaarts. De procedure bij dit inspreekmoment is dat de heer Legebeke 5 minuten de tijd krijgt om zijn bijdrage te leveren. Vervolgens is het aan uw raadsleden om vragen te stellen aan de heer Legebeke, waarna we uiteraard overgaan op het debat. Dus ik zou de heer Legebeke willen uitnodigen om plaats te nemen achter de microfoon. En meneer Legebeke, dan is het aan u het woord. Mijn naam is Ron Legebeke, sinds 1 maand nieuwe voorzitter van Voorwaarts. Namens Voorwaarts wil ik toch gebruik maken van het spreekrecht met betrekking tot overtreding van artikel 20, lid 1 van de drank- en horecawet. We hebben onlangs bezwaar gemaakt tegen deze boete die we ontvangen aangaande deze overtreding. We beseffen ons goed dat we door het schenken van alcohol aan een minderjarige foutief hebben gehandeld. We doen er alles aan om dergelijke voorvallen te voorkomen. Kantinepersoneel is dringend op gewezen om bij twijfel rondom iemands leeftijd altijd een identiteitsbewijs te vragen. Op desbetreffend moment blijkt dit niet te zijn gedaan. Dit betreuren wij ten zeerste. Gezien het feit dat een vereniging als Voorwaarts op vrijwilligers draait, is het haast niet te voorkomen dat er fouten worden gemaakt. Mede doordat er vrijwilligers zijn die soms één keer per maand een barries draaien, hadden wij op meer tijd gehoopt om deze wet definitief te handhaven. We begrijpen dat de gemeente maatregelen neemt om een alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken. Ook wij willen ons steentje hierbij bijdragen. We zijn niet voor niets een samenwerking met Tactus aangegaan. Toch hadden we de manier waarop de gemeente Twenteland maatregelen neemt graag anders gezien. Als goede gesprekpartners zouden we graag het gesprek willen voeren over wat we als club kunnen doen om dergelijke incidenten te voorkomen. De gemeente wil zichzelf graag profileren als goede gesprekspartner. Zonder het aangaan van een gesprek en een direct repressief handelen past niet bij dit streven. We waren om die reden erg ontzet dat we een bestuurlijke boete van maar liefst €1.360 ontvingen. Wij als relatief kleine vereniging vinden dit niet passend bij de rol van de gemeente, die de gemeente heeft in de huidige maatschappij. Daarnaast gaat het ons net als vele verenigingen financieel niet bepaald voor de wind. Een bedrag als deze is voor ons lastig om te verheffen. Dat geldt overigens voor alle verenigingen in onze gemeente. Op dit moment hebben we het kantinepersoneel verplicht gesteld om iedereen jonger dan 25 jaar om identificatie te vragen. Daarnaast etaleren we middels filmpjes op de beamer en tv-schermen de NIX18-campagne. We vragen u dan ook om de bestuurlijke boete om te zetten in een voorwaardelijke boete. Daarmee kunnen we samen met de gemeente werken aan een beleid op verbod op schenken van alcohol aan de jeugd jonger dan 18 jaar net zo gewoon wordt als het niet te roken in de kantine. Destijds zijn er ook geen lokrokers ingezet, maar zijn we samen aan de slag gegaan om dit probleem op te lossen. Waarom nu wel loktieners met betrekking tot de alcoholwet? Het roken is minimaal misschien wel slechter dan het drinken. Om een boete uit te lokken voelt het als een mes in de rug, al weten we degelijk dat we een fout hebben gemaakt.
Om voorvallen in de toekomst te voorkomen, hebben we steeds betere maatregelen genomen. Door de boete om te zetten in een voorwaardelijke boete, hopen we de goede relatie tussen de gemeente en onze vereniging in stand te houden. Daarnaast zou er een flinke last van de schouders van betreffende vrijwilligers vallen die op dat moment het incident de consumptie verschaften. Deze voelen zich namelijk enorm schuldig en willen eigenlijk geen alcohol meer schenken. Dank u wel, meneer Legebeke. Aan uw raadsleden de kans om de heer Legebeke vragen te stellen. Wie wil daarvan gebruik maken? Meneer Stolten, meneer Jonker, zie ik, meneer Veldmeijer en meneer Reusken. Dus in eerste instantie aan u het woord, meneer Stolten. Dank u wel, meneer voorzitter. Ja, zo gaat het beter. Mijn eerste vraag is, meneer Legebeke, hebt u ook een waarschuwing gehad van de gemeente of was het meteen bingo? En mijn tweede vraag is, u hebt zo'n prachtig beleid qua roken, hebt u ook een beleid qua alcohol schenken? Kunt u daar iets over vertellen? Nou, we zijn dus direct beboet. Geen waarschuwing gehad, alleen via de media zoals het iedereen eigenlijk is gewaarschuwd. Wij hebben dus inderdaad een project waar we aan zijn gegaan met Tactus om de jongeren uit het roken, het drinken en het drugsverbruik te ontmoedigen. Daar zijn we heel erg druk mee bezig en we hebben alleen iets meer tijd nodig om mensen in het clubhuis die achter de bar staan, om allemaal de regels goed te laten gelden. Er zijn mensen die één keer in de maand een bardienst draaien en dan is het soms lastig om die mensen allemaal het goede bewust van te maken dat, dat ze dus de regels moeten handhaven. Wij hebben dus gezegd, iedereen die jonger is dan 25 jaar, moet vanaf nu het idee laten zien. Daarmee kunnen we dus direct preventief handelen. Net zo goed als het situatie met roken, er komt niemand meer in een kantine met een sigaret opgestoken. Het moet zo eigenlijk gaan worden dat iedereen die jonger dan 25 is, automatisch zijn idee laat zien, zodat iedereen daarmee tevreden is. Dank u wel voor uw antwoord, meneer Legebeke. Meer vragen nog, meneer Stolten van de GBT-fractie, dan de vraag van meneer Jonker aan u het woord van de SGP. Dank u wel, voorzitter. Ook dank aan de heer Legebeke voor uw inspraak. Onze vraag zit er meer in, hoe bent u bekend geworden met de wet en regelgeving, landelijk, en heeft de gemeente ook uw vereniging voorgelegd en ook kenbaar gemaakt hoe zij daar invulling aan gaat geven, wat betreft de handhaving. Dank u wel. Meneer Legebeke, had u het woord en zou u de microfoon aan willen zetten. Dank u wel. Zoals ik net ook al zei, we hebben dat via de media vernomen. En dat is eigenlijk de enige manier waarop het kenbaar is gemaakt. Dat wil niet zeggen dat je dat niet bewust van bent. Dat we ook foutief hebben gehandeld, dat staat boven kijf. Alleen waren we meer gehoopt om samen in gesprek te gaan om dit probleem aan de kaak te stellen. En kijken hoe we samen dit kunnen oplossen. Wellicht is een waarschuwing meer op zijn plaats, om in voetbaltermen te praten, een gele kaart. Waarna je dus heel erg bewust bent bij een volgende misdrijf, dat je dan daadwerkelijk de boete opgelegd krijgt. Dank u wel voor uw antwoord. U heeft nog een aanvullende vraag, meneer Jonker, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Even om het helder te krijgen. Ik hoorde de heer Legebeke zeggen dat er geen enkel contact is geweest vanuit de gemeente met de sportvereniging wat betreft het alcoholmisbruik bij de verenigingen. Klopt dat? Meneer Legebeke, aan u het woord. Niet dat wij dat bewust hebben meegemaakt. Ik heb het niet gezien. En mijn medebestuursleden ook niet. Moet ik wel even aangeven dat wij sinds één maand een compleet nieuw bestuur hebben en alle andere bestuursleden niet meer actief zijn. Dank u wel, meneer Legebeke. Aan u het woord, meneer Veldmeijer van de PVV-fractie, voor uw vraag aan de heer Legebeke. Dank u wel. Kunt u iets nader toelichten over de setting waarop die overtreding is begaan, hoe dat tot stand is gekomen? Meneer Legebeke, aan u het woord.
Ik was zelf op dat moment niet aanwezig, maar wat ik van gehoord heb is dat er een tweetal mensen in het clubhuis zijn gekomen. Die hebben in het, aan de bar een praatje gehouden met het barpersoneel. Gevraagd wat er allemaal in het clubhuis te verkrijgen was, aan wat er eten was. En had aangegeven, gevraagd wat er allemaal was. Weten we, hebben ze uitgelegd en uiteindelijk zei oh ja, doe mij ook even twee biertjes. En dat was ongeveer wat ik ervan gehoord heb. En heb ik dus uit de mond van de vrijwilligster gehoord. Jij vult mij even een afvullende vraag. En die twee mensen die dat biertje bestelden, één daarvan was minderjarig of? Waren ze alle twee meerderjarig? Nee, de een heeft een biertje besteld. De ander was daarbij alleen aanwezig. De ene die het biertje besteld heeft, die was minderjarig. Uw vraag zijn beantwoord, meneer Veldmeijer. Dan stel ik de heer Reusken in de gelegenheid voor het stellen van vragen. Meneer Reusken van de PvdA GroenLinks-fractie. Dank u wel, voorzitter. Ik had exact dezelfde vragen als mijn collega, de heer Jonker. Dus wat betreft de Partij van de GroenLinks zijn die vragen voldoende beantwoord. Oké, dank u wel. Meneer Legerbeker, dan dank ik u voor uw bijdrage, voor zover. En dan gaan wij over op het debat, agenda punt 1 verder. En de portefeuillehouder bij dit debat is mevrouw Van der Kolk. Aangemeld voor agenda punt 1 zijn de ChristenUnie, de indieners van dit agenda punt. De GBT-fractie, CDA, SGP, PVV, VVD en de PvdA GroenLinks. En dan wil ik als eerste het woord geven aan meneer Smelt van de ChristenUnie. De spreektijd bij dit agendapunt bedraagt 4 minuten. Meneer Smelt, aan u het woord. Heer voorzitter, ik heb u aangegeven ter introductie dat ik wat tijd voor de introductie neem, dan die 4 minuten, binnen de 4 minuten met termijn kan kunnen afronden. Allereerst past het ons om dank te zeggen aan de collega's van de PVV voor het vragen van de schriftelijke vragen in de vakantieperiode, op basis waarvan wij het nodig vonden om een verzoek te doen bij de Raadsrivier voor een debat voor vanavond over dit onderwerp. De zorg voor de gezondheid van de jeugd is ons een grote zorg. Dank voor de zorg voor het welzijn en het kunnen opgroeien in goed geconditioneerde omgevingen is een taak die de overheid zeer serieus moet nemen. De gemeenteraad van Twenterand heeft hier in het recente verleden rondom het onderwerp drugsgebruik een actieve rol in vervuld. En één drug die zeker niet onbenoemd is gelaten is ook wel. Een gemakkelijk verkrijgbaar product waar sinds kort beperkingen opgelegd zijn door de landelijke overheid aangaande de verkrijgbaarheid daarvan voor jongeren onder 18 jaar. Een terecht en te respecteren maatregel van de overheid die ook op gemeentelijk niveau navolging en respect verdient. Daarover dus geen discussie vandaag wat ons betreft. In onze introductie op het onderwerp nog even terug naar de aanleiding hiervan voor ons, voor het debat van vanavond. Zoals gemeld heeft de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer bij monden van Joël Voordewind recent opnieuw vragen aan het kabinet gesteld over de tegenvallende resultaten van de NIX18-campagne. De campagne is bedoeld om het alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan, maar die campagne heeft tot dusver beperkt effect. De controle op de naleving valt namelijk erg tegen. Dat valt overigens af te leiden uit een recent onderzoek van het Trimbos Instituut. Het grootste probleem zit hem in de hoeveelheden die jongeren per gelegenheid drinken, schrijft het Trimbos Instituut. En met name het bingetje drinken, 10 glazen of meer op 1 avond. En dat is juist bijzonder schadelijk voor de gezondheid van jongeren. Hoewel ze dat liever niet willen accepteren, dat weet ik ook wel, ik ben ook jong geweest, en zogenaamd er niets van voelen, is het toch zeer schadelijk voor hun hersenen en voor hun hoofd. De ChristenUnie wil bereiken dat het kabinet en de gemeenten werkelijk gaan investeren in de gezondheid en de toekomst van jongeren en jongvolwassenen. De controle bij de verkooppunten, evenementen, cafés, horecageleden, de sportclubs, overal waar deze drugs verkrijgbaar is, is belabberd en moet veel beter. Het kan niet zo zijn dat jongeren onder de 18 jaar nog steeds met het grootste gemak alcohol kunnen kopen tijdens evenementen in de horeca, in de sportkantines en supermarkt. Alcoholmisbruik op jongere leeftijd brengt echt blijvende schade toe. En die hersenen hebben ze nodig om bijvoorbeeld hun opleiding en hun carrière te kunnen starten. Ik nodig onze collega-partijen in dit debat uit om expliciet aan te geven hoe hun partij ten aanzien van dit punt staat. Vinden partijen in deze raad ook
dat de gemeente hier een hard punt van moet maken en hard moet optreden? Of vinden ze dat totaal niet, of een beetje wel, of een beetje niet? Laten wij er als ChristenUnie maar een punt van maken door te stellen dat wij vinden dat de gemeente er alles aan moet doen wat in hun vermogen ligt om de situatie te sturen naar resultaat. En het doel is geen alcoholverkoop in de openbare ruimte aan jongeren onder de 18 jaar. En dat geldt dus ook voor sportclubs, maar we willen een breed werkveld en in onze ogen werkt het alleen maar als het totale veld, dus inclusief de horeca, de supermarkt enzovoort, ook meegenomen worden en langs dezelfde maat gemeten worden. Laten we eens kijken wat een van de voorzitters van de plaatselijke sportclubs, en dat was niet u, uw club, daarover in zijn nieuwsbrief schreef. Niks 18. Een ander punt dat veel stof deed opwaaien de afgelopen weken was het controlebeleid van onze gemeente in zaken de drank- en horecawet. Oftewel, niks 18. Wij ondersteunen als club van harte deze wetgeving en de niks 18 campagne. Desalniettemin heeft de gemeente met behulp van de inzet van zogenaamde loktieners, die overtredingen uitlokken, een aantal sportverenigingen een forse boete aangekondigd. Met deze controlemethode schiet de gemeente naar onze mening haar doel voorbij. Men jaagt clubs, die toch bestaande vrijwilligers, op grote kosten en schrikt het vrijwilligerswerk af. Niemand wil een dergelijke boete op zijn of haar geweten hebben. Het zou beter en eerlijker zijn bij de controle een groot geheel te overzien en te observeren in een langere periode, bijvoorbeeld een half uur per club. In plaats van het uitlokken van overtreding en de 17-jarige met baard een bestelling te laten doen. Nog beter zou zijn de minderjarige besteller te bekeuren in plaats van verstrekker. Wij gaan op korte termijn samen met andere verenigingen de dialoog aan met de gemeente over dit onderwerp en de wijze waarop hier in de toekomst mee omgegaan moet worden. Laten we ons met elkaar houden aan de wet en regelgeving en hier gepast mee omgaan. Einde nieuwsbrief. Ik zou graag de heer Veldmaier de gelegenheid geven om een vraag te stellen aan de heer Smelt. Dank u wel. Ik hoor de heer Smelt, mijn collega, de actie Mystery Guest afkeuren. Was hij op de hoogte dat de gemeente met deze actie zou gaan starten of deze actie zou gaan uitvoeren? Voorzitter, u heeft mij niet horen zeggen dat ik de actie afkeur. Ik ben nog in de introductie om aan te geven waar wij staan als fractie in dat we daar een punt van maken in de breedte. Dat wil niet zeggen dat we de mystery guest afzetten. We zeggen wel dat het doel moet zijn dat er een gelijkmatig speelveld ontstaat. En ik zal u straks in het vervolg van mijn betoog na dit citaat uitleggen waar wij als ChristenUnie-fractie vanavond voor staan. Was ik op de hoogte? Nee, ik was niet op de hoogte van de inzet van dit middel. En dat kan ook niet, dat kunt u ook niet zijn vooraf, omdat het geheel tot het domein van de burgemeester in haar handhavingstaken behoort. En dat hoeft ze, daar hoeft ze vooraf aan ons geen verantwoording voor te vragen. En dat heeft ze ook niet gedaan, naar mijn mening. De heer Veldmaier heeft een aanvullende vraag, zie ik. Dank u wel, voorzitter. Dan zou ik aan mijn collega willen vragen, vindt u dat de burgemeester dat wel had moeten doen? Voorzitter, ik zou willen vragen om mijn termijn te vervolgen, want dan geef ik u daar antwoord op en dan kan ik dat netjes met u afhechten binnen de bandbreedte die ik hier heb staan. Ja? Ik vervolg mijn introductie. We zouden het graag zo zien, voorzitter, dat het bestellen van alcoholische dranken, dat er een legitimatie gevraagd wordt van de besteller aan de bar en dat daar ook actief door de club op wordt ingezet. We zouden dat graag willen zien, ook omdat we vinden dat de uitlokking van een situatie nogal discutabel is. U hoort dat zojuist ook de voorzitter van Voorwaarts betogen. Het is belangrijk dat er wel degelijk rekening wordt gehouden met het beleid dat wij verwachten en wij verwachten dat de schrik er wel goed in zit bij de sportvereniging. Zodat hier ook serieus aandacht aan besteed wordt gehouden, datgene wat ik u net voorlas uit het citaat van een van de voorzitters. Participatie met de clubs, maar ook met het andere speelveld, is wat ons betreft een veel beter middel om tot het doel te komen. Of uitlokking de juiste methode is om dat doel te bereiken, denken wij niet. Maar het ligt op het terrein van de burgemeester vorm te geven aan het handhavingsbeleid. En onze fractie geeft haar vanavond door het aanvragen van dit debat dan ook de gelegenheid om uit te leggen en toe te lichten aan de raad waarom ze tot dit middel is gekomen en hoe ze hiermee verder wil. Het is vanavond ook niet de plaats voor wat betreft. Meneer Smelt, ik zou u willen vragen om toch af te ronden. U heeft gevraagd om iets extra tijd, die heeft u van mij gekregen. Ik heb nog één alinea. Het is vanavond ook niet de plaats wat ons betreft om haar aan te rekenen op het feit dat ze vanuit haar rol en verantwoordelijkheid heeft gekozen voor dit middel. Wel is het de vraag, hoe kijkt de gemeenteraad vanuit haar volksvertegenwoordiger rol aan tegen het beleid? En die vraag heb ik bij u neergelegd. We zouden een trendsetter moeten zijn wat ons betreft in onze aanpak.
Maar dan wel in de breedste zin van het woord en de participatie en de dialoog in combinatie met het preventiepakket met zeker de sportclubs, maar ook het brede veld moeten aanpakken waarbij ouders wat ons betreft een nadrukkelijke rol en invloed zouden moeten hebben. Laten we inzetten op de positieve intenties met als doel de jongeren te helpen zo weinig mogelijk in de verleiding te komen om alcoholische drank te kunnen kopen. Het is onze plicht om daar een zorgpunt voor te maken. Tot zover onze termijn. Dank u wel. En dank u wel, voorzitter, voor de extra tijd. Dank u wel, meneer Smelt. Dan geef ik graag het woord aan de GBT-fractie, meneer Stolten. Ik zie dat er nog een aanvulling komt van meneer Veldmeijer. U heeft nog even de gelegenheid om uw vraag te stellen, dus aan u het woord, meneer Veldmeijer. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik meen gehoord te hebben dat de ChristenUnie dus dit beleid toch afkeurt. En B, de vraag van vindt u dat de burgemeester bij zo'n maatregel die zoveel commotie teweeg heeft gebracht in de gemeente vooraf beter had kunnen overleggen met de collegepartijen? Ja, voorzitter, vraag 1. Ik heb u daarom zeg ik van wacht maar even dat ik u dat in de termijn aangeef hoe wij er tegenaan krijgen. Of uitloop in de juiste methodes om het doel te bereiken. Dat is wat anders dan we zeggen, we keuren het middel in het geheel af. We denken dat deze methode die gekozen is, niet het doel bereikt, omdat je ziet wat het effect is van de sportclubs in deze. Dat is niet wat je wilt. Je wilt graag dat de sportclubs in de breedte, en ik hoor het u zeggen, en ik ben blij dat u dat ook zo neerlegt, tezamen met een citaat dat ik van de andere voorzitter hier neerleg, best bereid is om te investeren in het brede preventiepakket. En daar willen wij graag als fractie naartoe. Het brede pakket dient veel meer het doel dan verbaliseren op dit moment. En als daar de participatie ontstaat, nou, dan hebben we denk ik een win-win situatie, maar was de inzet vooraf met ons besproken. Ja, voorzitter, dat ligt gewoon niet op ons terrein. En ik wil de burgemeester graag de gelegenheid geven van dit debat om uit te leggen waarom ze dit heeft ingezet en wat haar motieven en het college zijn motieven zijn geweest. Ik denk dat het goed is haar in de termijn daar dan op te bevragen. Meneer Veldmeijer, heeft u nog een laatste aanvullende vraag? Ja, voorzitter. Ik ken de ChristenUnie als een partij die toch om de hete brei heen draait. Ik vraag gewoon aan meneer Smelt, keurt u deze methode af, ja of nee? Voorzitter, ik ga daar zitten. Ik wacht de antwoording van de burgemeester af en daarna gaan we met haar in debat. Dank u wel. Tot zover. Dan geef ik nu graag het woord aan de heer Stolten van de GBT-fractie. Meneer Stolten, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Alcohol en jongeren, het is van alle tijden. Dat was gisteren zo, dat is vandaag zo en dat zal ook morgen zo zijn. Echter, sinds 1 januari 2014 hebben we allemaal te maken met de nieuwe drank- en horecawet. Gaat het niet goed? Nee, niet snel. Oh, sorry. Zo beter? Nou, ik begrijp meneer Stolten, ik had hem zelf ook even gemist. Nu echt, als meneer Stolten aan u. 2 minuten erbij, hè? Alcohol en jongeren, het is van alle tijden. Dat was gisteren zo, dat is vandaag zo en dat zal ook morgen zo zijn. Echter, sinds 1 januari 2014 hebben wij allemaal met de nieuwe drank- en horecawet te maken, waarin is bepaald dat jongeren onder 18 jaar geen alcohol mogen kopen en gebruiken. Uiteraard staat onze fractie volledig achter deze wetgeving. In ons verkiezingsprogramma is opgenomen dat het veelvuldig gebruik van alcohol onder jongeren dient te worden voorkomen. Ik weet nog als de dag van gisteren, toen ik op 16-jarige leeftijd voor het eerst te veel alcohol had gedronken. Op een bruiloft. Oh, wat was ik stoer. Toen ik de volgende morgen in het bedrijf waar ik vakantiewerk deed en waar mijn vader ook werkte, bij de wasbak stond te overgeven, kwam mijn vader achter mij langs. Wachtend op mijn straf vroeg ik vertwijfelend, wat kan ik doen? Ik zou een flesje bier nemen, antwoordde mijn vader smalend. Het was mij duidelijk. De verantwoordelijkheid lag volledig bij mij. Verdere details over alcohol in mijn leven zal ik u besparen.
In de beleving van de GBT-fractie gaat het bij naleving van de wet om handhaving en preventie. Handhaving echter, zoals de portefeuillehouder dit toepast met de mystery guest, vinden wij niet chic, juridisch discutabel en het werk contraproductief. Er worden naar aanleiding van de mystery guest procedures gestart. Er worden bezwaarschriften ingediend en toegekend. Er worden advocaten ingehuurd en er wordt uitstel van betaling aangevraagd. Ja, dat krijg je als het juridisch discutabel is. Dat moeten wij als gemeente niet willen. Wel zouden wij willen pleiten voor eerst een waarschuwing aan de paracommerciële instellingen. Omdat deze mensen met vrijwilligers werken, dus eerst een gele kaart en daarna de boete. Maar geen handhaving alleen achter de bar, maar ook handhaving voor de bar. De jongeren beboeten met alcoholhalt. Een traject waar ouders en jongeren gezamenlijk moeten doorlopen. Dat werkt tweezijdig het best, zoals mij verteld door de politie in Twenterand. Ouders en jongeren krijgen hier leer- en werkopdrachten. Ouders en jongeren kunnen ondersteuning krijgen. Laat ouders de boodschap van geen alcohol overbrengen naar hun kinderen. Ouders kennen hun kinderen het beste. Wat de GBT-fractie betreft gaan we voor een tweesporenbeleid. Maak een convenant college met de horeca en de sportclubs. Een convenant met een Trimbos instructieprogramma. Over verantwoord alcohol schenken. Maak gebruik van de videofilm Eerst denken en dan schenken. En organiseer een cursus barpersoneel in het kader van vroegsignalering. Het tweede spoor richt zich wat de GBT-fractie betreft volledig op preventie. Maak een harmoniemodel. Een harmoniemodel met ouders, met jongeren, met trainers, met leiders, met scholen, met organisatoren van festivals, met wijkagenten. En ook hier geldt, creëer draagvlak. Maak gebruik van de kennis die er is. Betrek vooral de ouders en de jongeren zelf erbij. Erken de campagnes als niks 18... Meneer Zolder, zou u ook willen afronden? Ja, dat is goed. Ik kan hem ook maar vragen. De GBT vraagt of de ChristenUnie-fractie, dat kan ik in tweede termijn ook doen. Ik heb nog een aantal vragen aan de portefeuillehouder. De eerste vraag is, hoe gaat het met de handhaving met de drinkketens in Twenterand? De tweede vraag is, wat is het beleid over de verkoop van alcohol aan jongeren bij supermarkten? Mijn derde vraag is, hoe zijn de afspraken bij nakoming van handhaving bij hangplekken voor jongeren? Mijn vierde vraag is, wat zijn de afspraken met organisatoren van de grotere festivals in Twenterand? Mijn vijfde vraag is, hoe hoog zijn de kosten van de externe inhuur voor het inzetten van de mystery guest? En mijn slotvraag is voor alle fracties, maar ook voor de portefeuillehouder. Waarbij denkt u dat de beste resultaten worden behaald bij het terugdringen van alcoholgebruik bij jongeren? Door de inzet van de mystery guest? Of door het harmoniemodel met draagvlak. Dank u wel. Meneer Stolten, dank u wel voor uw bijdrage. Dan geef ik graag het woord aan iemand van de CDA-fractie. En dat zou zijn mevrouw Bramer. Mevrouw Bramer, aan u het woord. De leeftijdsgrens van 18 jaar voor aankoop van alcohol moet streng worden gehandhaafd in samenspraak met de winkeliers, de horecaondernemers. Het CDA vindt daarbij overigens dat ouders en de jongeren zelf eerst verantwoordelijk blijven voor het alcoholgebruik van onze jongeren. Scholen en sportverenigingen kunnen hier het goede voorbeeld geven door alcoholgebruik te ontmoedigen en te verbieden tijdens bijvoorbeeld schoolfeesten en sportwedstrijden voor de jeugd. Het CDA is van mening dat voorlichting belangrijk is. We pleiten er daarom voor dat de gemeente samen met de ouders, scholen en de verkopers van alcohol, zoals supermarkten, cafés en sportkantines, een proactief beleid voert en optreedt als de regels worden overtreden.
De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving. Hierbij is het aan de burgemeester om bijvoorbeeld BOA's opdracht te geven om binnen de gemeente te controleren of de geldende leeftijdsgrenzen worden nageleefd. Inmiddels zijn er onder andere in sportkantines boetes opgelegd voor het schenken van alcohol aan jongeren onder 18 door het inzetten van een mystery guest. Het CDA is van mening dat met het inzetten van een mystery guest de overtreding is uitgelokt. Wij vinden dat die vorm van controle met inzet van een jongere onder de 18 niet past bij een goede samenwerking tussen de verenigingen en gemeenten om alcoholgebruik van jongeren onder de 18 te voorkomen. Vrijwilligers bij de verenigingen zetten zich in om de regels na te leven en het CDA wil graag dat de gemeente hen hierbij ondersteunt. Je bereikt meer door samen te werken in plaats van tegenover elkaar te staan. Volgens het sportplatform willen de verenigingen graag in gesprek met de gemeente over een doeltreffende aanpak. Lokaal alcoholbeleid beoogt volgens het CDA primair de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik te voorkomen, die niet alleen de gezondheid van een persoon betreffen, maar ook de veiligheid en de openbare orde binnen een gemeente. Het gaat bij alcoholbeleid dus om een combinatie van veiligheids- en gezondheidsdoelstellingen. Daarom is een integrale benadering vanuit verschillende beleidsdisciplines binnen de gemeente essentieel voor het voeren van effectief alcoholbeleid. Een effectief, preventief lokaal alcoholbeleid kent wat het CDA betreft drie pijlers: regelgeving, handhaving, educatie en bewustwording. Duidelijke regels en toezicht op naleving van de regels is belangrijk. Het CDA vraagt zich af of er een preventie- en handhavingsplan is. En zo ja, is deze met bijvoorbeeld de sportverenigingen besproken en vastgesteld. Staan in dit plan de doelstellingen van de gemeente geformuleerd op het gebied van alcoholpreventie en de handhaving? Met een effectief lokaal alcoholbeleid door een gezamenlijke aanpak van ouders, jongeren, scholen, sportverenigingen, horeca, winkeliers en de gemeente moeten we in staat zijn om het alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar te voorkomen. De inzet van mystery guest met een jongere onder de 18 is wat het CDA betreft een handhavingsmaatregel die niet past binnen het lokale alcoholbeleid zoals het CDA die voor ogen heeft. Overigens moeten we ook oog hebben voor jongeren boven de 18 jaar. Overmatig alcoholgebruik zal altijd ontmoedigd blijven worden. Het uiteindelijke doel, verantwoord alcoholgebruik, wordt niet bereikt als partijen tegenover elkaar staan. We moeten effectief samenwerken op basis van vertrouwen en niet met strikte handhaving. Ondersteunen van verenigingen door gemeenten om te voldoen aan de regels lijkt dat heel raadzaam. Dus wij pleiten ervoor dat de gemeente met verenigingen om de tafel gaat. Een proefperiode inzetten zodat iedereen kan wennen aan het handhavingsbeleid zou het CDA voor ogen staan. Tot zover. Mevrouw Bramer, dank voor uw bijdrage. Keurig binnen de tijd, dus dat is ook mooi. Dan geef ik graag het woord aan de heer Jonker van de SGP-fractie. Meneer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. We voeren vanavond een debat met elkaar wat al veel tongen heeft losgemaakt. We hebben regelmatig in het nieuws in de media kunnen lezen over het feit dat de sportverenigingen beboet zijn. En wat ons betreft gaat het vanavond ook niet dat het debat vernauwd wordt tot ben je wel voor of tegen loktieners of mystery guests. Terecht stelt de ChristenUnie ook de vraag aan de Raad of wij ons willen inzetten voor de volksgezondheid van onze jongeren. Wat de SGP betreft een volmondig ja. En ik denk dat dat voor de hele Raad geldt. Wat de SGP betreft trekken we de kaders wat breder. Niet alleen de jongeren, maar ook de 18-plus. Want daar zijn de gevolgen niet groter en de risico's niet minder. We kunnen de hele avond spreken over de cijfers en de verwoestende vervolgen over alcohol. Gaan we niet doen. Twenterand is hier geen positieve uitzondering op. Daarom is het noodzakelijk dat er ook tegen opgetreden wordt. De burgemeester heeft in ieder geval bereikt dat er over gesproken gaat worden. En wat de SGP betreft is het te gemakkelijk om direct de handhaver, de burgemeester in dit geval, af te schieten. En gewoon omdat ze haar taak heeft vervuld. En ja, dat is dus, ze moeten wel meer moeite om te doen om daar gelijk heel makkelijk te zeggen van jongens, dat is geen goede manier. Maar we hebben wel straks nog een vraag aan de burgemeester van hoe ze haar rol ziet. Daarin hoe ze dat op terugkijkt. We
We zitten hier niet om de jongeren te pleasen of de verenigingen te pesten. Lang leven de lol lijkt leuk, maar er zijn regels en wetten in ons land en die dienen nageleefd en gehandhaafd te worden. En ja, iedereen heeft daarbij een verantwoordelijkheid. Ten eerste de gebruiker en bij een minderjarige natuurlijk ook de ouders, maar ook de verstrekker. En wij met elkaar als raad zijn verantwoordelijk om duidelijke richtlijnen en kaders te stellen. We hebben namelijk ook een voorbeeldfunctie. De SGP-fractie gaat ervan uit dat de sportverenigingen ook het doel hebben om drankmisbruik tegen te gaan. Wel heeft de SGP-fractie behoefte aan een nadere uitleg van de burgemeester hoe zij te werk is gegaan. Hoe ziet zij de afgelopen tijd terug op haar rol? En dat in het licht van het gezamenlijk beoogde doel, drankmisbruik tegen te gaan. We missen het doel als we met de gemeente en de sport in een kat-en-muisspelletje terechtkomen. Dat moeten we niet willen. Aan de andere kant, als er redenen toe waren dat er handhavend opgetreden dient te worden, en we hebben ook een inspreker gehoord en we hebben daar ook op bevraagd of er contact is geweest met de sportverenigingen. En dat vinden we echt een gebrek van de gemeente. We hadden daar wel het gesprek eerst daarover willen hebben gehad met de sportvereniging, alvorens keihard op te treden. Meneer Veldmaier, een interruptie van uw kant, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik hoorde, voorzitter, dat ook de voorzitter van de voetbalvereniging zeggen dat er geen contact is geweest. In de beantwoording van de schriftelijke vragen maak ik op dat er wel contact is geweest middels een waarschuwingsbrief. Geldt die waarschuwingsbrief voor de SGP ook als een vorm van contact? Meneer Jonker, aan u het woord. Ja. Handhaven wat de SGP betreft, daar geen misverstand over. Als er reden toe zijn, ook wat dat betreft. Mystery guests zijn bij ons niet per definitie uitgesloten. Maar we moeten als raad ook naar onszelf kijken. In hoeverre nemen wij onze eigen verantwoordelijkheid? Wat kunnen wij? Wat willen wij? Hebben wij dan ook geen boter op ons hoofd soms? Als wij in onze eigen gemeente feesten toelaten waar ordinair bierfeesten gigantisch uit de hand lopen. Daartegenover is er onlangs een loket, een inloopspreekuur gestart om drank- en drugsmisbruik tegen te gaan. Voorzitter, dat is wat ons betreft dweilen met de kraan open, of beter gezegd met de bierkraan open. Is het college ook bereid om te kijken of we ook, en de raad natuurlijk ook, of we daar een paal en perk aan kunnen stellen? Ik dank u wel. Dank u wel, meneer Jonker, voor uw bijdrage. Dan geef ik graag het woord aan meneer Veldmaier van de PVV-fractie. Meneer Veldmaier, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in Duitsland mag een minderjarige een zwakke alcoholische drank kopen. Hij mag zelfs mee over straat lopen. Ook een Nederlandse minderjarige mag, net over de grens, bier kopen bij de supermarkt of slijterij. In Nederland mag je als minderjarige thuis gewoon alcohol drinken, maar weer niet in de kroeg. Het lijkt op het drugsbeleid. Je mag geen softdrugs bezitten, je mag het niet telen, niet dealen of exporteren. Maar gebruiken is ook weer niet verboden. Hoe krom is dit? En dit geldt ook voor het alcoholbeleid. Thuis mag je het wel drinken, maar niet in een kroeg of kantine. Als minderjarige dan. Thuis drink je dus een biertje en in de kantine moet je aan de chocomel. Klinkt heel logisch. Voorzitter, ik was zelfs 16 toen ik op de boot in Zweden mijn eerste biertje mocht drinken. Wat voelde ik me groot toen? Ik hoorde erbij. En in Frankrijk, weet ik nog, dronken de kinderen wijn aangelengd met water bij het eten. Men zag wijn drinken als een stukje opvoeding, cultuur. En 40 jaar later zitten we met deze wet. En die moet inderdaad nageleefd worden. Maar iedereen weet dat deze wet eigenlijk niet deugt. Want thuis mag je gewoon alcohol gebruiken. In de kroeg niet. Je mag wel met 16 jaar rijden. 17 jaar met een volwassene naast je weliswaar een biertje drinken. Of naast je rijden. Maar een biertje drinken op het Oktoberfest mag weer niet. Dit alles maakt ook dat de handhaving lastig is. Want die 16-jarige die thuis gewoon een biertje mag drinken, wil geen chocomel in de kroeg. En zal dus een meerderjarige vragen voor hem een biertje te halen. Zoals de minderjarige wiek laat halen bij de koffieshop door meerderjarigen.
Mijn kinderen hebben dit zo ook gedaan, met een biertje wat dat betreft. En beide zijn gelukkig goed terechtgekomen. En laat nu net de gemeente deze tactiek toepassen bij het handhaven op deze wet. Men heeft de opdracht gegeven aan een bureau om de drank uitsluitend door een volwassene in ontvangst te laten nemen. Een minderjarige mag het wel bestellen, maar hij mag het niet in ontvangst nemen, want het is bezit. En dat is strafbaar. Ga er maar aan staan, als ondernemer, als medewerker, als vrijwilliger. Als vrijwilliger met discocolie. Zit er één tafeltje in de zaak, is het nog wel te doen. Maar zit de kantine vol, of de kroeg is vol, of er is een tekort aan personeel, dan ga je voor gaas. Dan is er geen tijd om het bier te volgen, besteld door een volwassene, naar de tafel en dan checken of een minderjarige het bestelde biertje drinkt of vasthoudt. In de horeca ligt het tempo van werken erg hoog. Kun je niet snel werken als bardame, als ober, als gastheer, vlieg je eruit. Zo simpel is het. En iedere voetbalkantine of korfbalkantine is blij met de mensen die in hun vrije tijd achter de bar willen staan. Hangt er ieder moment een boete van €1300 boven je hoofd, omdat je even niet oplet, geen tijd hebt of een rekenfout maakt, dan denk je voortaan wel drie keer na voordat je weer een bardienst gaat draaien. Met alle gevolgen voor de vereniging. Er is niet goed over nagedacht. Dit blijkt wel uit het feit dat twee verenigingen en één horecabedrijf zijn beboet voordat er überhaupt was aangekondigd dat de gemeente zou gaan beboeten. Deze boetes zijn inmiddels ingetrokken. Er is niet goed over nagedacht omdat de gemeente geen kaas heeft gegeten hoe de praktijk in elkaar zit. Typisch iets dat bedacht is van achter een bureautje. De PVV wil dan ook de volgende raadsvergadering een motie indienen om alle boetes in te trekken en te onderzoeken of voortaan de minderjarige beboet kan worden. Dit kan namelijk ook wanneer de jongere alcohol in het openbaar bij zich heeft. Ook dient de gemeente om de tafel te gaan met alle horeca en alle verenigingen om een plan van aanpak te bedenken hoe deze wet beter gehandhaafd kan worden. Nog een aantal vragen. Eigenlijk zijn die al gesteld. Wat hebben de loktieners en de procedures de gemeente nu gekost? Inclusief het uitbesteden van de handhaving dus en de bezwaarprocedures. Nou, heeft de burgemeester dit op eigen houtje gedaan? Dat bleek wel. Aan de GBT-fractie wil ik ook nog vragen of zij op de hoogte waren van het feit dat die mystery guest richting de verenigingen en de cafés zouden gaan. Dat was het, voorzitter. Dank u wel, meneer Veldmaier, voor uw bijdrage. Dan geef ik graag het woord aan de VVD-fractie, meneer Kobers. Meneer Kobers, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, sinds enkele jaren proberen wij met elkaar in Nederland om onze jongeren op een verantwoorde wijze op te laten groeien op een gezonde manier waarbij we roken en drankgebruik willen ontmoedigen. De VVD is hier een groot voorstander van. Om dit te bewerkstelligen heeft de Rijksoverheid ruim ingezet met informatie door middel van campagnes. Dit alles onder de naam NIX 18. Doel van die campagne richt zich op het ondersteunen, versterken en uitdragen van de sociale norm niet drinken en roken tot je 18e. De boodschap is niks is de afspraak, niet roken, niet drinken. Het ministerie geeft verder als verduidelijking over de campagne aan dat je als ouder meer invloed hebt dan je denkt, ook al lijkt dat soms niet zo. Bijvoorbeeld door de reacties die je kinderen geven op het maken van afspraken. In deze richting willen we ouders in hun kracht zetten en empoweren volgens het ministerie. Ze vertellen dat het wel degelijk zin heeft om afspraken te maken. En dan met name de afspraak niks natuurlijk. Dat doen we door te laten zien dat kinderen vaak beter luisteren dan je in eerste instantie zou denken. Dat je als ouder een grote invloed hebt en dat je het verschil maakt. Je doet het niet voor niks. We willen laten zien dat sommige afspraken gelukkig niet voor niets worden gemaakt. En in de campagnefilmpjes zie je een jongen die een biertje afslaat die een oudere jongere hem aanbiedt. Wat we dus eigenlijk willen bereiken is een cultuuromslag. Nog niet zo lang geleden vonden we het allemaal heel normaal en zelfs stoer wanneer kinderen begonnen met hun eerste biertje en sigaret. Beide zaken blijken echter erg hardnekkig aanwezig in onze samenleving. Vooral bij ons in het oosten van het land vindt men het nog steeds niet erg wanneer kinderen roken en of drinken. In onze omgeving zie je ook erg veel drinkketen bijvoorbeeld waar jongeren wel kunnen drinken. Het is namelijk nog niet verboden om bijvoorbeeld thuis wel te drinken. Ouders blijven het dus gewoon toestaan en faciliteren. Die cultuuromslag zullen we dus vooral ook bij de ouders teweeg moeten brengen. Zo'n omslag in bewustzijn heeft veel tijd nodig. En dit kunnen we alleen maar langzaam maar zeker bereiken door de juiste informatie en voorlichting te verschaffen aan onze inwoners. En daar komt ook een vereniging bij van pas.
Het is voor veel verenigingen een gigantische opgave om die omslag te bewerkstelligen. Te meer daar het tot voor kort heel normaal was dat we in kantines ons tegoed deden aan alcohol, soms in grote hoeveelheden. Om die omslag te bereiken moeten we als overheid nauw samenwerken met die verenigingen om zo langzaam maar zeker ons doel te bereiken. Met roken is al de aardig op weg. Op veel plaatsen mag niet meer gerookt worden en veel mensen stoppen daar ook mee. Wel zie je ook dat in onze omgeving dit nog niet bij alle jongeren bereikt wordt. Voor drank is dit probleem mogelijk nog groter. De VVD is van mening dat wij als gemeente een gezamenlijke inzet moeten tonen met de verenigingen om deze doelen te bereiken. De vereniging kan dit doen door bijvoorbeeld ook de overheidsfilmpjes van de campagne af en toe voorbij te laten komen op de schermen in de kantine. En door streng toe te zien op de leeftijd. Een vrijwilliger achter de bar is echter geen politieagent of een boa. Daar kun je dus niet hetzelfde van verwachten dan van een handhaver der wet. Het grove geschut dat nu is ingezet in onze gemeente om drankmisbruik te voorkomen, gaat nu het tegenovergestelde voortbrengen. Wanneer wij op deze manier onze verenigingen straffen, bereiken we niet ons doel. Vrijwilligers achter de bar vinden het erg vervelend wanneer door hun tekortkoming hun club een forse boete krijgt. Bovendien is het in de drukte direct na een wedstrijd niet altijd te voorkomen. Hier moeten we begrip voor opbrengen en juist met de vereniging over in gesprek gaan. Telkens weer samen de vraag stellen wat ging er nu verkeerd en hoe lossen we dat op. Net zolang tot we ons doel bereikt hebben. Dit is een lange weg die je niet met boetes kunt verkorten. Je dwingt deze cultuuromslag niet even snel af met boetes. Boetes komen pas in beeld wanneer je zeker weet dat je met een weigerachtige vereniging te maken krijgt die er werkelijk niets aan doet. De VVD heeft die indruk niet van onze verenigingen in Twenterand. De manier waarop nu gehandhaafd wordt met de inzet van zogenaamde loktieners is zeer discutabel en ongewenst. Wij hebben het er hier in deze raad in het verleden ook al eens over gehad en de VVD blijft van mening dat dit niet de juiste weg is. De inzet van deze mystery guests met als doel om de barkeepers de beweging om alcohol te verstrekken aan minderjarigen is een vorm van uitlokking die naar de mening van de VVD niet kan. Wij zijn dan ook tegen deze vorm van handhaving. Wij zijn van mening dat we het doel alleen kunnen bereiken door een nauwe samenwerking aan te gaan als gemeente met de verenigingen om met een plan van aanpak en observaties te komen tot het gewenste resultaat. De VVD is zeer benieuwd hoe de overige partijen hierin staan. Wij stellen voor om die boetes in te trekken en in overleg te gaan met de verenigingen. Als je uitgaat van de kracht van de verenigingen en de welwillendheid die nu al getoond is in alle reacties, zoals bijvoorbeeld van de inspraak net van de heer Legerbeke, maar ook de brief van Deto Twenterand die het college ondertussen heeft ontvangen, dan moet je gezamenlijk als partners deze omslag zien te krijgen bij ouders en kinderen. Toon respect voor deze clubs en hun inzet door deze boetes van tafel te halen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Kobus, voor uw eerste inbreng. Dan geef ik graag het woord aan uw buurman, meneer Reusken van de PvdA GroenLinks-fractie. Dank u wel, voorzitter. Als laatste spreker zal ik proberen niet alles nog eens een keer te herhalen, nog een keer te zeggen wat anderen ook gezegd hebben. Maar vooral in te gaan wat voor ons heel erg belangrijk is en de kern is. Want waar gaat het hier nou eigenlijk om? Wat we willen is dat jongeren onder 18, dat het alcoholgebruik daar ontmoedigd wordt. De heer Smelt sprak al over een onderzoek wat van de week ook op radio en televisie is geweest. En daar waren een aantal minpunten waarbij het nog zeker absoluut beter kon. Maar waar ook uit bleek is dat het alcoholgebruik onder de leeftijd onder 15 jaar duidelijk afgenomen is. Bij 2/3 van de jongeren onder 15 is dat minder geworden. Dat is nog maar 1/3 wat alcohol gebruikt. En het wordt steeds meer een norm, gelukkig ook bij ouders, dat alcohol onder 18, of in dit geval laten we met elkaar maar even zeggen onder 16, niet normaal is. En dat vind ik een goede de ontwikkeling, want het heeft invloed op de ontwikkeling van het brein. En daar moeten we mee doorgaan. En dan is het vooral de vraag, hoe gaan we dat doen? En op welke manier gaan we dat ook met elkaar realiseren? En dan gaat het vooral om in dit geval het alcoholgebruik in de publieke ruimte, waar we te maken hebben met sportverenigingen en andere verenigingen en de horeca. En hoe kunnen we met elkaar zorgen dat daar dat alcoholgebruik minder wat of zelfs niet normaal is voor jongeren onder 18. En dan is het vooral van belang, naar de oordeel van de Partij van de Arbeid GroenLinks, om met elkaar in gesprek te gaan. Hoe doen we dat? Hoe kunnen we zorgen met elkaar dat daar in wordt gezet op preventie, het voorkomen van, en met elkaar kijken hoe je dat kunt realiseren. Tegelijkertijd denk ik bij mezelf ook, daar ligt ook een hele belangrijke rol voor de ouders. Want
daar waar we nog steeds drinkketen hebben of zuipschuren hebben, achter bij ons in de tuin, zullen we ook zaken moeten bespreken met die ouders. Want daar ligt de eerste opdracht om met elkaar te kijken hoe kunnen we zorgen dat het inderdaad niet normaal is om zo vroeg al met alcohol in aanraking te komen. Dus wat ons betreft vooral de dialoog aangaan, het gesprek aangaan en met elkaar kijken hoe je vooral in kunt zetten op preventie. En daar is overigens een goed voorbeeld van. Dat werd vanavond ook al door de inspreker genoemd. Het is ook voorwaarts die samen met Tactus aan het kijken is, met middelen van het innovatiefonds, hoe je dat kunt aanpakken en op kunt zetten en vorm kunt geven. Wellicht een voorbeeld voor andere verenigingen in deze gemeente. Wij hebben aanvullend op de vragen die zijn gesteld door andere partijen ook nog een vraag. Is deze manier van handhaving die ingezet is ook al in andere gemeenten ingezet? En wat zijn de ervaringen in buurtgemeenten? Want wij kunnen ons niet voorstellen dat dit alleen maar speelt in Twenterand. En dat er dus ook in andere gemeenten hier op een of andere manier vorm wordt aangegeven. En zou wellicht de wethouder of de burgemeester in dit geval daar wat meer over kunnen zeggen. En een aanvullende vraag is nog, wat is er vooraf gedaan aan voorlichting en aan dialoog met de verschillende verenigingen om te voorkomen dat aan jongeren geschonken wordt? Dat was het, voorzitter, in eerste termijn. Dank u wel. Dank u wel, meneer Reusken. Dan kijk ik portefeuillehouder mevrouw Van der Kolk aan. Ik zie dat ze gelijk gaat staan, dus ik geef graag het woord aan mevrouw Van der Kolk. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook om naar de ChristenUnie, maar ook naar u allen voor uw inbreng en voor ook dit debat wat we vanavond voeren. Ik wil toch beginnen en ik zou een aantal algemene, want die zijn ook langsgekomen, een aantal algemene lijnen aangeven. En ik wil toch beginnen met waarom doet deze burgemeester dat? Het gaat mij om de zorg voor de jongeren van Twenterand. Onze jeugd, waar we met elkaar verantwoordelijkheid voor dragen en waar ook dit een element van is wat ik van belang vind om er op een goede manier mee om te gaan. Dat hoor ik nu ook door insprekers, daar ben ik heel erg blij om. En ik hoor het ook door datgene wat u allen toch wel heel duidelijk aangeeft. Het gaat ons om onze jeugd en dat vind ik ook van belang om daarmee te starten. Als we kijken naar, toch wil ik dat een soort driehoek noemen. En verschillende sprekers hebben dat ook aangegeven, ook de heer Stolten bijvoorbeeld. Ouders hebben een hele belangrijke rol in deze. Zij voeden hun kind op en zij zullen ook hier aandacht voor moeten geven. Dat het niet gewoon is dat je op jonge leeftijd alcohol gebruikt, ook niet thuis, maar dat je dat doet wanneer je 18 bent. Want het is natuurlijk ook bewezen dat het slecht is voor onze jongeren. Ik denk dat dat een van de punten is. Dan een volgende punt van de driehoek, dat zijn de jongeren onder de 18 zelf. En ik kom er straks wat uitgebreider op terug aan de aanleiding van de vragen van de heer Stolten. Maar ook wanneer een jongere in het bezit is van alcohol of te veel alcohol heeft gedronken, dan is die strafbaar en krijgt hij ook een verwijzing naar halt. En ik zal straks nog de vervolgstappen die dan, hè, als het niet goed gaat, wat dan de consequenties daarvan zijn. En als derde, en uiteraard het hele preventieve verhaal kom ik ook wat uitgebreider op terug, is ook in de wet vastgelegd dat de handhaving bij de burgemeester ligt. Dus die handhaving, en verschillende mensen hebben ook aangegeven, het is natuurlijk een aantal stappen die gezet moeten worden, maar waarbij ook handhaving, toezichthandhaving, niet bij kan ontbreken. Als we kijken naar de onderzoek, en ik kom straks wel op de methode terug. Een aantal sportverenigingen zijn ook gecontroleerd en die hebben het goed gedaan. En ik denk ook dat het goed is om die hier te noemen. Dat was Vroomshoopse Boys en Amasitia. Daar is ook de controle uitgevoerd zoals bij alle verenigingen. En daar verkregen de wet dus niet alcohol gegeven, ook niet. Je moest je idee aangeven, dan kreeg je het niet. Ook een aantal horecaondernemers, een groter aantal horecaondernemers, ondernemingen, werd ook geen alcohol verstrekt. En het maakte niet uit of het nou druk was of niet druk was. Het werd op deze manier goed opgepakt. Ik denk dat je als verstrekker van alcohol ook verantwoordelijk bent en blijft. Je hebt vergunning aangevraagd, die krijg je. En je moet voldoen aan, zeg maar, datgene wat in de vergunning staat.
en dat je ook geen alcohol schenkt aan jongeren onder de 18. En ik heb heel goed naar de heer Legebeke geluisterd. En ik wil hem ook complimenteren door de acties die door hen zijn ingezet. Want dat, en dat heeft de heer Smelt net ook al aangegeven, een voorzitter die erover schrijft, en er zijn meerdere die het ook hebben aangepakt. Het is net of er iets gebeurd is waarvan men zegt van we pakken het op. Want een van de vragen die verschillende hebben aangegeven, wat heeft de gemeente allemaal gedaan? En ik zal toch wat uitvoeriger daarop ingaan, want ik denk dat het goed is om soms ons geheugen wat op te frissen. Na de invoering van de wet 2014 is er algemene voorlichting gegeven in onze gemeente. Door de, in de gemeente Twenterand, door de gemeente. In het voorjaar 2015 is aangegeven dat er een onderzoek zou komen door de inzet van Mystery Cats voor het verkrijgen van een beeld met betrekking tot de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar in de gemeente Twenterand. Vervolgens heeft er een debat plaatsgevonden in uw raad op 30 juni 2015, waarbij een motie van GBT, PvdA, VVD en D66 verworpen is om geen mystery guest in te zetten. Met andere woorden, daar is met u gesproken over het middel. En daar is heel duidelijk door verschillende fracties ervoor gepleit dat de burgemeester moest handhaven. Hele duidelijke opdracht van uw raad aan de burgemeester. Wel mijn voorganger, maar de burgemeester in functie. Aan dat onderzoek van die mystery guest was geen handhaving gekoppeld. En ik moet u zeggen, de resultaten toen waren bedroevend. En ook dat is met u gedeeld. En u heeft het rapport ontvangen, geanonimiseerd. En daar is vervolgens gezegd, naar aanleiding ook van bij de indiening van het rapport richting u. De eerste helft van 2016 gaat de gemeente in gesprek met de verstrekkers. En vanaf de tweede helft van 2016 zal ingezet worden op handhaving waarop ook beboet zal worden. Vervolgens is er in het voorjaar van 2016 in de vier grote dorpskernen zijn bijeenkomsten gehouden. Doel van deze bijeenkomsten was voorlichting en het creëren van bewustwording ten aanzien van het belang geen alcoholverkoop aan jongeren onder de 18. In het najaar van 2016 is op kosten van de gemeente verschillende trainingen door Tactus gegeven ook aan de vrijwilligers in alle dorpskernen bij verschillende verenigingen. 19 juni 2017... tijdens het overleg Sportplatform Twenterand is door de teamleider handhaving aangegeven dat er gehandhaafd zal worden met behulp van mystery shoppers en dat een overtreding beboet zal worden met €1.360. Het verslag van deze bijeenkomst is naar alle sportverenigingen gestuurd. Op 13 september 2017 is er een brief verstuurd naar alle commerciële en paracommerciële horeca met een Nix 18 pakket met stickers en posters. Op 25 september 2017 is er een brief verstuurd naar alle commerciële en paracommerciële horeca waarin ik aankondig dat er controles met mystery shoppers zal worden uitgevoerd en geconstateerde overtredingen beboet zullen worden met €1.360. Conform de wet. Belangrijk stond bij mij, het heeft best wel wat lang geduurd voordat er gestart werd, was de zorgvuldigheid. En dat bij alle verenigingen en horeca op dezelfde manier behandeld zouden worden, waarbij voor mij het volgende punt ook van belang was: de jongeren onder de 18 doen een poging tot aankoop, maar krijgt geen alcohol in handen. Weigert de verstrekker om alcohol te geven, dan mag er niet aangedrongen worden. Locking, maar geen uitlocking. Het zogenaamde talon-criterium, wat ook bij lokfietsen geldt en ook een aantal anderen.
Het aantal controles, een aantal controles hebben op 14 april 2018 plaatsgevonden voordat het vastgestelde beleid om niet eerst een waarschuwing te geven is gepubliceerd en na publicatie in werking is getreden. Ik heb de uitspraak van de commissie bezwaarschriften gevolgd en heb de opgelegde boetes ingetrokken. Dat had te maken met, ook al is het wettelijk vastgelegd, moet je dat toch ook eerst publiceren als gemeente. In dit hele traject heb ik gekozen voor een consistente lijn, namelijk alle inrichtingen worden op dezelfde manier gecontroleerd. Deze consistente lijn wil ik ook in de verdere afhandeling voortzetten en daarom heb ik het besluit genomen om alle opgelegde boetes in te trekken, omdat het niet eerlijk is als je op 14 april gecontroleerd wordt dat je wel alcohol verstrekt aan een jongere onder de 18, je boete wel wordt ingetrokken en de overige boetes die opgelegd zijn, omdat je na 14 april gecontroleerd wordt, dat je dan toch die boete moet betalen. Het is een besluit wat ik genomen heb in mijn verantwoordelijkheid vanuit een consistente lijn. Verschillende verenigingen, en ook net de heer Legebeek en ook de heer Smelt, verwoorden dat een aantal verenigingen het signaal hebben gegeven dat ze er wat aan willen doen. En ze voelen ook echt de urgentie, daar ben ik heel dankbaar voor. Duidelijk is dat ik een houding van de commerciële en paracommerciële horeca verwacht. Wij zijn verantwoordelijk en zullen ons inspannen dat er in onze sportkantines en horecagelegenheden in Twenterand geen alcohol wordt verstrekt aan jongeren onder de 18. Ik ga er dan ook vanuit dat de sportverenigingen en de horecaondernemers ingaan op de uitnodiging die wethouder Paters, wethouder voor jeugd en volksgezondheid, en ik aan de verenigingen en horecagelegenheden deze week zullen versturen om nogmaals een traject in te gaan. Geen alcohol onder de 18. Voorzitter, ik ga nu in op nog een aantal openstaande vragen. Eerst de heer Stolten geeft een aantal vragen. Hij zegt, hoe gaat het met de handhaving bij drinkketens in Twenterand? Drinkketens bevinden zich op particulier terrein. En daar kan de gemeente of de politie niet zomaar naartoe. Ze mag die niet betreden. Bij klachten zal de gemeente onderzoek instellen. Maar bij ons zijn er geen klachten bekend over drankketens, hoe je ze ook maar noemt. Wat is het beleid over de verkoop van alcohol aan jongeren bij supermarkten? Er is geen apart beleid ten aanzien van supermarkten. Deze dienen ook te voldoen aan de artikelen uit de drank- en horecawet en zijn eind 2017 ook allemaal door de BOA van de gemeente Twenterand gecontroleerd in dit kader. De BOA heeft dat in burgerkleding gedaan. Bij deze controles zijn geen overtredingen geconstateerd van het verbod op de verkoop aan minderjarigen. Hoe zijn de afspraken bij nakoming van handhaving bij hangplekken voor jongeren? Wanneer minderjarigen in de openbare ruimte worden aangetroffen met alcoholhoudende drank en of in de openbare ruimte in kennelijke staat van dronkenschap verkeren, dan wordt dit door de politie of BOA gemeld aan HALT, ten behoeve van een HALT-leerstraf. HALT neemt vervolgens contact op met een minderjarige en zijn of haar ouders. Wanneer de leerstraf daarna niet naar behoren wordt uitgevoerd, neemt HALT weer contact op met de politie of BOA. Deze zal het proces verbaal vervolgens opsturen naar CJIB, waarna een bekeuring naar de minderjarige wordt gestuurd. Wat zijn de afspraken met de organisatoren van de grotere festivals in Twenterand? De organisatoren dienen zich te houden aan de ontheffing op grond van artikel 35 van de drank- en horecawet, die naast de evenementenvergunning wordt verleend. En ook vervolgens wordt hierop gecontroleerd door de gemeente. Hoe hoog zijn de kosten van de externe inhuur voor het inzetten van de mystery guests?
De kosten voor de inhuur van een gespecialiseerde bedrijf bedroegen €11.200, exclusief BTW. Daarvoor zijn de mistrikets en de begeleidende toezichthouder BOA geleverd, alsmede de rapportages ten behoeve van de gemeente. In totaal heeft het bedrijf 32 locaties gecontroleerd. En naar aanleiding daarvan heeft de gemeente 28 rapportages ontvangen. Bij 4 waren geen horecaactiviteiten en konden dus ook niet gecontroleerd worden. Bij de 28 controles is op 17 locaties een overtreding geconstateerd. En op 11 locaties dus niet. Ik denk dat dat een beeld geeft van de situatie. 2015, 2018, ik denk dat daar nog een hele taak ook ligt voor de verstrekkers van, niet het verstrekken van alcohol aan minderjarigen onder de 18. Ik denk dat als we daarnaar kijken dat de gemeente heel wat activiteiten heeft gedaan. En ik besef ook dat de heer Legebeke net zei, wij zijn als bestuur op 1 maart 2018 aangetreden. Maar ik denk dat natuurlijk ook de doorgaande lijn ook daar bestuurlijk zijn beslag zal krijgen. Maar ik ben blij met de acties die deze vereniging heeft ingezet. En mijn complimenten daarvoor. Als ik kijk naar een aantal openstaande vragen nog, dan heb ik in hoofdlijn die allemaal behandeld. Ik zal nou even heel vlug te kijken. De vraag van hoe kijkt u erop terug, is voor mij natuurlijk een hele belangrijke afweging gemaakt toen ik hier burgemeester werd. Van op welke wijze doe je dat op een verantwoorde manier, maar wel zo dat het voor elke vereniging op dezelfde manier gaat voor alle horecaondernemers. Als u zegt van, zijn er meer gemeentes? Ja. Bijvoorbeeld Groningen, Putten, er zijn nog meer, Rijsselholte, er zijn meer te noemen. Dus het is niet zo dat opeens in Twente-Rand het alleen gedaan wordt. En ook STAP heeft daar heel duidelijk een analyse op gemaakt op welke wijze je dat op een verantwoorde manier kunt doen. Ik denk dat de heer Kopers geeft aan, er is een cultuuromslag nodig. We beseffen dat we al een aantal jaren bezig zijn en dat uiteraard samen met wethouder Paters we natuurlijk nog een stap willen zetten. Want ik heb ook het gevoel dat de vereniging nu echt voelen van, hé, het is ernst, er gaat wat. We moeten gewoon met z'n allen eraan werken. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen, ook de wethouder Jeugd Volksgezondheid, om samen een traject in te gaan, waardoor je ook samen zegt van, we moeten het oppakken. Daarbij blijft de verantwoordelijkheid van de handhaving die wij uiteraard hebben. Maar ik kan u toezeggen, zolang een traject samen met ons gegaan zal worden, zullen wij natuurlijk niet handhavend met boetes op gaan leggen. Maar het kan zijn dat verenigingen zeggen van, hé, het zou goed zijn om nog een keer van elkaar leden naar de andere club te gaan kijken. Om te zien wat supermarkten ook doen. De vakkenvullers van de ene filiaal gaan bij de andere kijken of men daar alert genoeg is. Dat zijn zaken waar wij natuurlijk heel graag met de verenigingen ook in gesprek over willen gaan. Ik heb aangegeven hoe het gaat met de jongeren. Ook die worden bestraft, ook die worden gesignaleerd en ook die krijgen een half verwijzing. Voorzitter, voor mijn gevoel heb ik zoveel mogelijk ben ik ingegaan op de vragen. En de vraag van de heer Stolten, wat is de beste methode? Ik heb u aangegeven, we hebben echt heel veel gedaan. Misschien is dit wel de wake-up waarvan iedereen zegt, nu is het ernst in Twente-Rand. Dan, want daar gaat het me om, het gaat me om die zorg voor de jongeren. Het gaat me helemaal niet om die boetes. Ik vind het ook niet leuk om boetes op te leggen, maar het gaat me wel om van, we hebben met elkaar de zorg voor onze jeugd. Dank u wel, mevrouw van der Kolk, voor uw uitgebreide verhaal en uw beantwoording van de vragen. Ik zie dat er een interruptie is van de heer Veldmeijer. Dus aan u het woord, meneer Veldmeijer. Dank u wel, voorzitter. Ja, het is wel een dure wake-up call dan, €11.000. Maar wat ik me afvraag, een jongere met alcohol op straat, die kan beboet worden. Want heeft in bezit.
Als je kijkt naar de toekomst en je moet toch gaan handhaven, is het mogelijk vanuit uw rol om, als je praat over handhaving, om de jongen te beboeten die met een glas alcohol in zijn handen staat? Of is dat onmogelijk? Nee, mevrouw Van der Kolk, sorry, voorzitter, dank u wel. Ik kan ze niet beboeten. De BOA kan een procesverbaal maken. Dat gaat naar HALT en vervolgens gaat HALT het leertraject in. Als ze niet voldoen aan de eisen van HALT, gaat weer terug en gaat vervolgens naar CIB. Ik kan niet als burgemeester een boete opleggen bij een jongere. Daar is een strafbaar feit zoals het zo vastgelegd is en zoals ik het aangeef. Ik kan het niet doen en ik ben dat ook niet van plan. Nogmaals, dank mevrouw Van der Kolk voor uw antwoorden en uw bijdrage. Kijk ik even de zaal rond voor een tweede termijn. Ik zie de ChristenUnie, Gemeentebelangen Twente Rand, CDA, SGB, PVV niet, VVD niet en GroenLinks wel. PvdA GroenLinks moet ik goed zeggen. Dan geef ik graag het woord aan meneer Smelt voor de tweede termijn. Meneer Smelt, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Zeer veel waardering, mevrouw de burgemeester, voor uw beantwoording. Laat ik daar maar mee starten. Hoe helder wil je het krijgen als raad? Met een voorbereide analyse en ook de effecten die de campagne heeft. Dank daarvoor. Maar toch, alle partijen, behalve de PVV, althans zo hoor ik, zijn heel erg bereid om actief in de campagne te stappen en de wet en regelgeving na te volgen. De PVV stelt als voorbeeld Duitsland en Frankrijk. Wij, ChristenUnie, leven toch echt in Nederland en hanteren de Nederlandse wetgeving. En zullen, hoe duidelijk wilt u het hebben, meneer van de PVV, draai er ook echt niet omheen, die dan ook na willen volgen. Meneer Smelt, u sprak meneer Veldmeijer persoonlijk aan, in ieder geval de PVV-fractie. Dus ik geef graag meneer Veldmeijer het woord voor een interruptie. Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Smelt, die draait niet alleen om de hete brei heen, maar hij luistert ook niet goed. En dat komt, wij hebben het wel degelijk gehad dat die wet moet worden handgehaafd en dat de gemeente om de tafel moet gaan zitten met de verenigingen en met de commerciële bedrijven om te zorgen dat het doel wat we allemaal hebben, dat dat ook beoogd wordt en bereikt wordt. Dus waar u nu datgene vandaan haalt wat u net opzomde, ja, is mijn raadsel. Nou, voorzitter, u luistert ook wel slecht en zegt, andere partijen zijn heel erg bereid. Dank u wel. Ik zei, andere partijen zijn heel erg bereid. En bij u is het maar de vraag hoe bereid u bent. Want, en vervolgens vertel ik u dat u een voorbeeld haalt uit Duitsland en Frankrijk. En wij ons toch echt aan de Nederlandse wetgeving dient te houden. Hoe duidelijk wilt u het hebben? En voorzitter, ik heb het opgeschreven, maar ik kan het nog wel 10 keer voorlezen, hoor. Meneer Veldmeijer, u loopt nogmaals die kant op. Aan u nogmaals het woord. Ja, het blijkt wel, voorzitter, uit deze brei die eruit komt, dat het de eigen interpretatie is van de heer Smelt. En ik maak er wel bezwaar tegen, want het is wel heel gemakkelijk. En ik noem het zelfs populistisch. Ja, ik denk, laat ik het ook eens proberen, net als de PVV. Misschien helpt het. Meneer Smelt, meneer Smelt had over zijn eigen tekst. Ik ga over mijn eigen tekst. Ik krijg van mij het woord. Meneer Smelt gaat verder met uw tweede termijn. Nogmaals, voor de ChristenUnie is de regelgeving in het buitenland absoluut niet de norm. Als ik daar op straat mag lopen met een biertje of mag roken en in Nederland niet, dan is in Nederland de norm, want ik ben een Nederlandse burger en daar gaan we over. Thuis mag ik ook roken op de bank en mag ik ook met een ontbloot lijf rondlopen en op straat noemen ze me een potloodventer, stond vandaag in de krant. En dan word ik beboet en dat is ook handhaving. Uitgezonderd de insteek van de PVV is de ChristenUnie ontzettend blij en dankbaar dat u, collega's hier in de Raad, duidelijk aangeeft hoe u staat in de alcoholpreventiebeleidskeuze die gemaakt is. En zeker ook in de NIX18-campagne. De bereidheid om modellen te ontwikkelen die werken, onder andere het harmoniemodel van meneer Stolten die dat geïntroduceerd heeft, lijkt ons een zeer welgevallig vervolgstap in dit proces. De Raad heeft uw burgemeester een duidelijke opdracht gegeven uit het verleden. U staat volledig in uw recht te handelen zoals u gehandeld heeft. Er is een zorgvuldig door u en uw college gehandeld en de cijfers die u met ons deelde spreken voor zich. Geen verkoop van alcohol onder de 18 jaar in de openbare ruimte en daar zijn wij zeer voor. Alle te vroeg opgelegde boetes heeft u ingetrokken en dat stond overigens ook al in de media en dat noemde u eerlijk en wij noemen dat ook rechtvaardig. En dat u
wethouder Paters en mevrouw burgemeester, met uitnodiging doen om de campagne voor te zetten, ondersteunen wij van harte. Wij vinden het zeer positief en zullen dit onderwerp nauwlettend volgen. En uw college, ik rond af hoor, gevraagd en ongevraagd volgen om deze cultuuromslag die echt nodig is, ook daadwerkelijk te bewerkstelligen. En moedigen u aan om voor te gaan op het participerende model met de verenigingen en de parencommissie. Dank u wel. Meneer Smelt, blijft er nog eventjes staan. Interruptie van meneer Veldmeijer. Nogmaals aan u het woord, meneer Veldmeijer. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vond ook dat de burgemeester haar zaken zeer goed had voorbereid. En als ik kijk naar de tijdlijn die voorbij is gegaan, kan ik me niet aan de indruk ontwekken dat de ChristenUnie onder leiding van de heer Smelt destijds toch geen bezwaar heeft gemaakt tegen het middel Mystery Guest. Klopt dat? Meneer Smelt, aan u het woord. Dat klopt. Wij hebben geen bezwaar gemaakt tegen het middel Mystery Guest. Dat klopt. Meneer Veldmeijer, nog een aanvullende vraag. Ja. U heeft geen bezwaar gemaakt tegen het middel, dan wordt het middel toegepast en dan gaat u huilie doen. Hoe valt dat te rijmen? Hoe consistent bent u dan in uw beleid? Smelt, voorzitter, ik wens u niet op te antwoorden. Daar staat u vrij. Meneer Smelt, dank voor uw bijdrage in de tweede termijn. Dan geef ik graag het woord aan meneer Stolte van de GBT-fractie voor zijn tweede termijn. Meneer Stolte, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, portefeuillehouder, voor de duidelijke antwoorden. We zijn blij met uw toezeggingen. Wij zijn ook heel blij dat dezelfde insteek is. Het belang van de jongeren staat voorop. Dat doel dienen wij ook. En we zijn heel blij met het beleid tot nu toe. Het is ook niet zo, ik kan dan antwoord op de vraag van de PVV, of wij op de hoogte waren van de mystery guest. Daar was ik niet van op de hoogte. Mijn fractie, dat weet ik niet. En ik had nog een vraag van de ChristenUnie, of wij verantwoordelijkheid willen dragen met het oog op de volksgezondheid. Nou, die verantwoordelijkheid willen wij dragen. En wij nemen ook de adviezen van de werkgroep drugs en alcohol, die nemen wij ook over. Nou, die wet drank en horeca, die werkt eigenlijk best aardig goed. In 2003 dronken in het algemeen de jongeren nog twee keer zoveel als nu. Bij de 15-jarigen is vanaf 2013 het alcoholgebruik gedaald van 47% naar 40%. Bij de 16-jarigen is vanaf 2013 het alcoholgebruik gedaald van bijna 66% naar 49% in 2018. Het zogenaamde binge drinken bij 15-jarigen is van 2007 van 39% gedaald naar 22%. Dus een daling van 17%. In 2013 vond 62% van de ouders, gaven 22% van de ouders aan de leeftijdsgrens te willen handhaven. Inmiddels is dat 51%. Op schoolfeesten in het voortgezet onderwijs is het alcoholvrij. Organisatoren van grotere festivals die hanteren de norm 18+. Bij het eindexamenfeest in het voortgezet onderwijs worden bij de ingang blaastesten afgenomen. En als je te veel gedronken hebt, kom je er niet in. Als leerlingen op werkweek gaan, dan gaat de blaastest mee. Het is eigenlijk wat droevig, maar het is wel zo. Kortom, met een nieuwe normstelling vinden jongeren het zelf ook niet normaal als kinderen van 14, 15 jaar alcohol gaan drinken. De jongeren gaan later drinken, dankzij de nieuwe wetgeving. Er is minder verzet tegen de nieuwe wetgeving. Er is beweging. De horecamensen hebben mij aangegeven beste willen meewerken aan een convenant. De sportclubbestuurders zien een brede dialoog, zeg maar het harmoniemodel, en willen best meewerken aan een dergelijk model. Wij willen allemaal hetzelfde. Wij willen
hetzelfde doel. Wij dienen hetzelfde doel. En de jeugd is goed. De meerderheid van de jeugd is prima. Er zitten soms 2 of 3 ettenbakjes bij, zeg ik dan. En er zitten een aantal meelopers bij. En dan gaat het schuiven. Maar wij willen allemaal hetzelfde. Minder alcohol bij jongeren. Dank u wel. Dank u wel voor de bijdrage, meneer Stolten. Dan geef ik graag het woord aan mevrouw Bramer van de CDA-fractie. Mevrouw Bramer, aan u het woord. Het CDA bedankt de burgemeester voor haar uitvoerige en gedetailleerde uitleg. We vinden het heel sterk dat alle boetes worden ingetrokken, want de burgemeester heeft het recht om te handhaven. En handhaving is ook essentieel om de regelgeving effectief te maken. Een regel zonder voldoende handhaving is een loze regel wat het CDA betreft. Duidelijke regels en toezicht op naleving van de regels is belangrijk, omdat voorlichting alleen niet voldoende zal zijn om schadelijk drinkgedrag effectief te veranderen. En dat geldt des te meer voor de niet-volwassen jonge drinker onder de 18. Het CDA vindt het heel goed dat wethouder Paters met betrokken partijen in gesprek zal gaan. Een vraag aan de wethouder daarbij is: is de insteek van deze gesprekken om te komen tot een convenant? Wij hebben een gesprek gevoerd met onder andere het sportplatform en hebben daaruit geconcludeerd dat de verenigingen graag in gesprek zullen gaan. We zijn benieuwd naar de resultaten van die gesprekken en zullen het nauwlettend volgen. Tot zover. Mevrouw Bramer, dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan meneer Jonker van de SGP-fractie. Meneer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Complimenten aan de beantwoording van de burgemeester als handhaver. Vanavond een duidelijk verhaal. En het is ook van belang dat wij als raad ook als eerman, als het ware, achter de handhaver gaan staan. Dat helpt ook alleen maar. We hebben het veel over onze jongeren. Maar ook trekken het alstublieft ook breder. En dan kijk ik ook de heer Paters het college aan verder. Om daar ook mee aan de slag te gaan, want... De heer Reusken die gaf het ook al aan, wat doen we aan de drankketens achter het huis, maar wat doen we aan de drankketens in de openbare ruimte. En ook in dat opzicht is er ook een cultuuropslag binnen onze gemeente nodig en de wake-up call is daar ook nodig en laten we daar vanavond mee beginnen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jonker. En als laatste in de tweede termijn, meneer Reusken, PvdA GroenLinks, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Allereerst ook dank aan de portefeuillehouder over de uitvoerige beantwoording van de vragen, maar ook het neerzetten van de tijdlijn en de historie die geschetst is vanaf 2015, de invoering van de wet en hoe dat het nu gekomen is tot de inzet van de huidige handhaving, waarbij het nogmaals gezegd wordt, destijds er ook gesproken is over de mysteriekest, een motie verworpen is en vervolgens de burgemeester als handhaver ook het recht had om dit instrument in te zetten en dat in die tijdlijn ook alle verenigingen en iedere andere horecaondernemer daarin meegenomen is. Het was helder om dat nog eens een keer te horen en met elkaar ook vast te stellen hoe dat eruit gezien heeft. En dat het deze discussie oplevert is denk ik ook goed om het daar vanavond met elkaar over te hebben. En ik ben ook blij om te horen dat vervolgens dit college in de burgemeester en de wethouder bereid zijn om die dialoog opnieuw verder te gaan voeren. En vooral ook met elkaar te gaan kijken naar preventie en voorlichting. En laten we het met elkaar inderdaad het harmoniemodel noemen, waarin wordt ingezet op zorgen dat de norm wordt met elkaar het voorkomen van drankmisbruik van jongeren onder de 18. Want ik denk dat vooral langs die lijn gewerkt moet worden als eerste lijn. Daar achteraan hoort natuurlijk ook altijd, laten we niet vergeten, dat er ook gehandhaafd moet worden. En laat het ook dan duidelijk meegenomen worden in die dialoog, dat ook gecontroleerd moet worden, dat daar waar partijen moedwillig toch de wet overtreden, dat er dan ook opgetreden moeten worden. En ik denk dat wij daar als raad ook een rol in kunnen hebben. En ik denk dat het van belang is dat dit college en deze wethoudende burgemeester ook weten dat ze in ieder geval de steun van de Partij van de Arbeid GroenLinks hebben op dit onderwerp. En ik denk ook dat de grote meerderheid van de raad dit zullen steunen. Dank u wel. Meneer Reusken, dank u wel voor uw bijdrage. Werd er vanuit de CDA-fractie een vraag gesteld aan het college. Ik weet niet of er al direct op geantwoord kan worden. Ik zie mevrouw Van der Kolk in de
richting de microfoon gaan. Mevrouw Van der Kolk, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Er is niet een echte vraag aan mij gesteld. Maar ik wil toch een oproep aan u als raad doen. Er is een cultuuromslag, he, wordt er gezegd. En ik denk dat wij, en u geeft het ook zelf aan, dat we met elkaar een bijdrage kunnen leveren aan die cultuuromslag. En ik ben ook in een regio geweest waar Frisch Valley met elkaar, 8 gemeenten, samenwerkt in Frisch Valley. En dat daar ook allerlei acties kwamen, bijvoorbeeld een maand lang geen alcohol drinken. En dat werd ook door raadsleden gedaan. Dus ik denk dat die cultuuromslag ook bij onszelf begint. Om misschien ook het goede voorbeeld te geven. Die oproep zou ik toch nogmaals een keer aan u willen doen. Want ik weet dat dat ook bij u een heel gevoelig onderwerp is. En wethouder Paters zal op het andere punt ingaan. Nou, mevrouw Van der Kolk, ik denk dat mijn wederhelft daar erg blij mee zou zijn als ik dat zou doen. Maar ik durf bij deze toezegging dan niet te doen, maar ik vind het wel een leuke uitdaging. Dus ik sluit niet uit dat ik dat in de toekomst dat ik die best aandurf te gaan. Meneer Paters, volgens mij werd de vraag wel aan u gericht, als ik me niet vergis. Aan u nog even kort het woord in deze tweede termijn. Voorzitter, dank u wel. De vraag van mevrouw Bramer of de insteek van de gesprekken is het sluiten van de convenant. Nou, dat is niet op voorhand de insteek, maar het zou uiteindelijk wel kunnen leiden tot een convenant. Wat we gaan doen, en u mag die datum noteren, we zullen zorgen dat u de uitnodiging ook krijgt, is op 3 december voor de verenigingen een bijeenkomst organiseren. De exacte invulling, daar zijn we nog even naar aan het kijken, maar we zullen onder andere, Hilden Theater heet dat, gewoon wat situaties uit de praktijk na laten spelen van hoe ga je er nou mee om. En daarna zal de vraag, en zullen we in gesprek ook met de verenigingen gaan, van wat heeft u nodig? Is het bijvoorbeeld nodig dat we per sportpark een avond organiseren waarin trainingen gegeven kunnen worden voor barpersoneel? Dan doen we dat. Is er foldermateriaal nodig? Er is heel veel voorhanden, dan regelen we dat. Dus we staan echt open voor suggesties om het samen met de clubs, samen met de verenigingen te gaan doen. Om samen dit vorm te geven en uiteindelijk hopelijk te bereiken dat ook als er wel gecontroleerd wordt, er geen boete meer gegeven zal hoeven te worden. Daar staan we voor open. En ik kan wel zeggen dat we eenzelfde avond, maar dat zal waarschijnlijk in januari zijn, ook gaan organiseren voor de horeca. Omdat je toch met eindelijk 2 verschillende doelgroepen te maken hebt. Maar 3 december, die mag u noteren in het punt in Vroomshoop. De uitnodiging krijgt u deze week. Dank u wel. Paters, kunnen wij tot afronding overgaan, denk ik, betreft dit onderwerp. Zoals toegezegd door mevrouw Van der Kolk, de boetes die worden ingetrokken. Ik denk dat het voor de verenigingen met name ook een mooie constatering is. Nogmaals benadrukt net door de heer Paters, 3 december worden de verenigingen uitgenodigd om ook samen in gesprek te gaan met mevrouw Van der Kolk en de heer Paters over verdere aanpak van het drankprobleem. Voor mij als conclusie even lastig. De PVV heeft natuurlijk een motie aangekondigd, die blijft in stand denk ik. Of is die nou, die is nou van tafel? Nee. Ja, zeker mag dat. Aangezien de toezegging van de burgemeester lijkt me dat die motie overbodig is en ingetrokken kan worden. Dan kan ik tot de conclusie komen dat dit onderwerp bij deze, dat het bij dit debat blijft en dat die niet tot verdere agendering zal leiden. Tenzij iemand daar bezwaar tegen maakt, maar ik geloof dat dat al een akkoord is. Dan kunnen wij doorgaan met het tweede agendapunt van vandaag. De actualisatie inspraakverordening gemeente Twenterand 2018. Van portefeuillehouder ook mevrouw Van der Kolk. Aangemeld voor dit agendapunt zijn de CDA-fractie en de SGP-fractie. De spreektijd in deze is ook 4 minuten. En ik zou graag het woord geven aan de CDA-fractie voor hun bijdrage, meneer Kulder. Meneer Kulder, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik, met dit onderwerp zit ik een beetje met een dilemma. En, want er zijn 2 dingen die spelen en u geeft het zelf ook aan, inspraak. En mensen die al iets langer in de raad zitten weten ook dat wij in deze raad een aantal keren hebben gehad over de mogelijkheden van inspraak. Als we kijken naar bestemmingsplannen, we hebben de discussies gehad hoe mensen zo goed en mogelijk kunnen bereiken dat iedereen in ieder geval zijn inspraak kan doen. Aan de andere kant, wat u zelf ook aangeeft, als het sneller kan en efficiënter kan, zou dat ook moeten kunnen. U zegt nu van,
Als belangenorganisaties in het voorstadium betrokken zijn, dan vindt het college, dan zouden wij kunnen afzien van een tweede inkijkperiode. En ik zit een beetje met die belangenorganisaties, want belangenorganisaties is natuurlijk heel beperkt. En ik zou graag van de portefeuillehouder willen horen van hoe breed wilt u dat nou zien? Want we moeten natuurlijk voorkomen dat we aan de voorkant denken dat we een stukje voordeel behalen. Maar aan de achterkant dat wij dan situaties krijgen dat burgers zich niet gehoord voelen. En dan zeg ik die 4 weken die het dan extra kost, dan heb ik die 4 weken er wel voor over. Om in ieder geval te voorkomen dat we aan de achterkant inderdaad weer dezelfde problemen krijgen die we in het verleden ook wel eens hebben gehad. Tot zover eigenlijk. Dank u wel voor uw bijdrage, meneer Kulver. Geef ik graag het woord aan de SGP-fractie. Meneer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De SGP-fractie heeft haar twijfels of het wel verstandig is om de voorgestelde actualisatie van de inspraakverordening te accorderen. Het lijkt ons zelfs strijdig wat we kunnen lezen in het coalitieakkoord als het gaat om bestuurstijl en inwonerparticipatie. De bewoording en de omkleding van dit voorstel is op het eerste gezicht goed. Wie is er niet voor tijdwinst? Wie is er niet voor efficiënte werken? Woorden over inspraak en betrokkenheid doen het goed. Dat staat wat de SGP betreft ook niet ter discussie met dit raadsvoorstel. En dat is ook niet nieuw. Dat is ook geen nieuwe werkwijze. Maar als je de stukken goed leest, dan komen we tot de conclusie dat het hier gaat om een beperking van de mogelijkheden om als belanghebbende te reageren, CQ in te spreken. Want de gemeente bepaalt wie vooraf erbij betrokken wordt. De voorgestelde werkwijze zal zeker in een aantal gevallen afdoende zijn. U geeft zelf ook al wel aan in dit voorstel dat niet alle gevallen afdoende zullen zijn. Onze zorg zit er dus ook voornamelijk in als het gaat om het genoemde artikel 3a, wat het college voorstelt om toe te voegen, namelijk geen inspraak wordt verleend indien belangenorganisaties al op een andere manier in een vroeg stadium bij de voorbereiding van het beleidsvoornemen zijn betrokken en het voldoende aannemelijk is dat daardoor alle relevante belangen bij de besluitvorming zijn betrokken. Wie behoort eigenlijk die afweging te maken? Of wel of niet in te spreken? Voorzitter, hoe kan een college garanderen dat alle relevante belangen zijn betrokken bij de besluitvorming? Hoe gaat u dat doen? In de toelichting die bij deze verordening staat het klip en klaar waar het pijnpunt zit. Namelijk, het wordt dan geschreven, toch zal er altijd een grijs gebied blijven waarbij het uitgangspunt dient te zijn dat inspraak wordt gezien als een waardevolle inbreng van belanghebbenden in het besluitvormingsproces enzovoort. Het kan toch niet zo zijn dat met de argumentatie van het college dat in de praktijk de meerwaarde van de inspraak op basis van de inspraakverordening gering is. De SGP pleit om de mogelijkheden van inspraak niet te beperken, maar te behouden. Daarmee houd je de rechten van de inspraak voor iedereen gelijk. En aan wie is het te bepalen wat grijs gebied is? Aan wie is het om te bepalen dat wat wel of niet gevoelig is? Dat is naar het oordeel van de SGP-fractie de samenleving. En dat moet dus niet afhankelijk zijn van het besluit daarvoor van het college tot een extra inspraak. De SGP vindt dat de Raad als hoeder van de volksvertegenwoordiging het aantal mogelijkheden van inspraak moet blijven behouden. Want nu is de inkleuring ervan aan het college. Voorzitter, inspraakmogelijkheden maken onderdeel uit van een zorgvuldig besluitvormingsproces. En dat is een rijpingsproces. Gaandeweg een dergelijk proces gaat het leven voor de burger. En dan moet je niet willen dat de inspraakmogelijkheden beperkt zijn of dat het niet meer mogelijk is. Ik dank u wel. Dank u wel, meneer Jonker. Ik kijk portefeuillehouder mevrouw Van der Kolk aan. En ik geef u graag het woord, mevrouw Van der Kolk. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook het CDA en de SGP voor de gestelde vragen en de gemaakte opmerkingen. Wat natuurlijk hier speelt is dat het op dit moment zo is dat je geen enkele mogelijkheid hebt om als college af te wijken van het is gewoon standaard. Dus je denkt daar als college ook verder niet over na. Het gebeurt zo. Terwijl wat je nu in feite probeert te doen, dat je als college ook heel duidelijk afweging maakt, is dit nu voldoende, de belangenorganisatie erbij, of niet?
En ik denk als het of niet is, of het grijze gebied, of dat je denkt van ja, de belangenorganisaties waren er wel bij betrokken, maar wij verwachten dat er ook burgers zijn die, dan pak je gewoon weer die 4 weken. Dus het is wel je nog bewuster zijn van je verantwoordelijkheid en niet standaard dat op deze op standaard gewoon elke keer 4 weken. We weten dat bij een aantal inspraak je gewoon niets hoort. Nu heeft deze inspraakverordening ook de inzage gelegd en er is geen zienswijze ingediend. Nou, dat is gewoon vanuit het college. Die wind zit erin, de ene kant. En je gaat als college nog sterker zelf de afweging maken. Is voldoende gebruik gemaakt van of verwachten we? En dat is zeg maar de keuze. En als het iets is voor de raad, dan kan de raad ook die afweging maken. Dat is zeg maar de reactie vanuit mijn kant namens het college. Voorzitter. Ik zie meneer Kulder staan bij de interruptiemicrofoon. Meneer Kulder, aan u het woord voor een vraag aan mevrouw Van der Kolk. Dank u wel, voorzitter. Nou, in feite is het ook mijn tweede termijn al. Maar met name wat u zelf aangeeft, burgemeester, is het kader waarin u die keuze maakt. U zegt van, wij maken constant die afweging. Waarom zou u zich dan belemmeren door deze toevoeging te doen? Op het moment dat u dit gewoon eruit laat, dan blijft het gewoon intact. En als er geen inspraak komt, dan inderdaad kost het 4 weken. Maar wat hebben we het nou over 4 weken? Als je kijkt hoe lang de procedures normaal duren, we staan alleen maar 4 weken. Ik vraag me in alle redelijkheid af waarom u deze keuze nou zou moeten willen maken. Ja, want de kaders die dan, u noemt zelf al een aantal dingen, afwegingen die dan daarbij aan de orde komen. Ik zou dat gewoon op voorhand helemaal niet willen. Mevrouw Van der Kolk, kan u het horen? Ja, voorzitter, dank u wel. U wilt het niet. Ik geef aan waarom het college dit wel een goede stap vindt. Want het gaat om inspraak en niet om participatie. Heel duidelijk, dat is een heel ander verhaal zoals in het coalitie. Akkoord staat. Het gaat om het efficiënt ook je tijd inzetten, zo dat je die goede keuzes maakt en ook de heel duidelijk op deze manier de winst hebt, maar ook steeds weer die zelf die afweging te maken. Nou, dat is iets wat nu gewoon niet gebeurt. Het gaat gewoon standaard erin. Terwijl je dan toch bewuster als college gaat zeggen van, is hier voldoende met de belangenorganisatie gesproken? Is dat voldoende? Zo nee, dan gaan we het traject in. En zul je misschien daar nog beter over gaan communiceren op een andere manier. Ik kan u waarschijnlijk niet overtuigen, maar ik heb mijn best gedaan. Dank u wel, mevrouw Van der Kolk. Ik zie nog een aanvullende vraag van meneer Kulder. Ja. Meneer Kulder, aan u het woord. Okay. Dank u wel, voorzitter. Nou, vooral, ik heb niet de verwijzing gemaakt naar het coalitieakkoord, want dat heb u gelijk aan. Dat is een andere dus dat laat ik aan de heer Jonker over. Maar u geeft zelf aan, inderdaad, ik zou een andere afweging maken, maar dat is uw keus. Ik heb in mijn begin gezegd, en ik vind het een dilemma. Als ik kijk naar het stuk, de essentie van het verhaal, inderdaad onderschrijf ik. Alleen als je ziet naar de historie die wij in deze raad hebben, hoe vaak wij toch geworsteld hebben met inspraak achteraf, dan zeg ik zou dat risico als college niet willen nemen. Om de minimale winst die u maar kunt bereiken. Maar dat is een afweging die u maakt, en dat zal ook aan de raad zijn. Maar goed, wij zijn maar 2 partijen die iets anders vonden. Dus het zal wel goed komen voor u. Dank u wel. De verantwoordelijkheid ligt bij het collegevoorzitter. Het zal vast wel goed komen wat er ook uitkomt. Ik zie nog een interruptie van de heer Jonker. Meneer Jonker, SGP, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De argumentatie die de burgemeester geeft vind ik niet zo sterk. Maar goed, het is aan de burgemeester. Maar goed... Het gaat hier niet om de inspraak in het voortraject. Dat gebeurt al en dat gebeurt nu ook. Hè? Om belangenorganisaties, om tot goede voorstellen te komen, dat is alleen maar goed. Het gaat wat ons betreft om de beperking die u geeft bij de inspraakmogelijkheden in de samenleving. Want u maakt als college de keuze wel of geen inspraak. En u begint uw beantwoording net al in de eerste termijn van ja, standaard was het altijd zo en nu kunnen we daarvan afwijken. En u heeft alleen maar argumentatie intern gericht. Wij als raad moeten er toch voor staan om gewoon duidelijkheid te blijven houden. Niet dit is standaard en dat is buitenstandaard en ja, hier doen we wel inspraak voor en daar geen inspraak voor. Standaard gewoon wel inspraak, die mogelijkheden dient de burger of belangenorganisatie gewoon te hebben. Want nu ligt dat recht gewoon bij het college om
tot die afweging te komen. En dat vinden wij echt een tekortkoming en dat moeten wij niet willen. Dank u wel. Ja, voorzitter. Dank u wel, meneer Jonker, mevrouw van de Commissie. Ja, voorzitter. Ik probeer aan te geven dat de verantwoordelijkheid bij het college groter is. En ja, ik kan het niet beter onder woorden brengen. Het is heel duidelijk, als je beleid hebt wat je met belangenorganisaties vormgeeft, het blijft natuurlijk altijd, elk beleid is verantwoordelijkheid van degene die het uiteindelijk in uw raad brengt. Als het beleid vormgegeven wordt, dan is het aan het college om die afweging te maken, waarbij het niet de bedoeling is, als dat bij u eronder zit, dat wij burgers niet willen dat ze inspreken of dat we mensen willen belemmeren. Dat is zeker niet de insteek van dit college. Het gaat erom dat het efficiënt gebeurt, dat we bewuste keuzes maken. En ja, ik voel dat u zegt van ja, ik wil het gewoon altijd erbij hebben, terwijl in de praktijk ook blijkt dat het soms niet nodig is. Nou, vandaar dat het college in deze inspraakverordening die ruimte aan u vraagt. Meneer Jonker heeft geloof ik nog een aanvullende vraag. Ja, om het tweede termijn te voorkomen. Dank voor uw beantwoording. Ik denk dat we op dit punt het niet eens zijn, maar ik roep toch ook de andere raadsleden op om toch ook gewoon te kijken dat we de mogelijkheden voor onze belangenorganisaties en de raad, de burgers, om die inspraaktermijnen wel nodig is. En ik begrijp uw opmerking wat betreft inspraak en dat het college haar uiterste best doet om tot een goede besluitvorming te komen, dat er ook een afweging is om mensen erbij te betrekken. Maar dat is denk ik in het verleden ook gebeurd. Maar nu gaat u met dit verschil dat u zelf de afweging gaat maken van we slaan de inspraaktermijn maar over. En daarvan zegt de SGP-fractie niet doen. Dank u wel. Mevrouw van der Kolk, volgens mij wil u daar nog op reageren. Nog één poging. Wij zullen natuurlijk altijd als college ook over dit onderwerp bij u verantwoording af moeten leggen als u zegt van u heeft het niet goed gedaan. Dat blijft natuurlijk uw controlerende rol. En ik denk dat wij daar natuurlijk heel scherp op zijn, ook als college, om het op de goede manier te doen en om bewuste keuzes te maken als wij afwijken en zeggen van hier willen we wel een inspraaktermijn doen van 4 weken of misschien soms nog wel langer. Dus vandaar mijn laatste oproep aan u. Maar goed, we zullen het in de raad zien. Mevrouw van der Kolk, dank u wel voor uw toelichting en bijdrage. Volgens mij mag ik concluderen dat we een tweede termijn mogen overslaan of is er nog... Sorry. Ik zie twee tweede termijnen. Ik zie de GBT en ik zie PvdA GroenLinks voor een tweede termijn. Als eerste dan het woord aan meneer Elsinga van de GBT-fractie. Meneer Elsinga, aan u het woord. Ja, dank u voorzitter. Ik denk door tweede termijn, ik moet het rijk alleen, maar niet dus. Het gaat GBT om de zorgvuldigheid. Zojuist hebben we het over belangenorganisaties, over betrokkenen. Eigenlijk wil ik het over artikel 1 hebben. In artikel 1 staat begripsomschrijving. En ik mis daar een verwijzing naar artikel 3, want daar staat belanghebbenden. Oftewel inspraakgerechtigden. En wat zegt de Algemene Bestuurswet daarover, artikel 1.2, wat een belanghebbende, of wie dat dan is? Onder belanghebbende wordt verstaan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Maar wanneer ben je dat? Wanneer ben je betrokken in de gemeente Twente Rand? Wat is de afweging en wie doet deze afweging? Voorzitter, ik zal u een aantal voorbeelden noemen, praktijkvoorbeelden uit de gemeente Twente Rand. U heeft vorig jaar Stichting Leefbaar Buitengebied en Stichting Vrom, maar ook de familie Ruiter in twee verschillende kwesties niet als belanghebbende aangemerkt. En daarmee hun zienswijze niet ontvankelijk verklaard. De Stichting Vrom had te weinig vergaderingen belegd, want men had 1 keer per jaar maar 1 keer notulen. Is dat een criterium? Het aantal notulen. Bij familie De Ruiter is geen belanghebbende, omdat ze niet in een jaar, of niet in dit geval, het ging om een stalinrichting, niet aan het aangrenzende perceel woonden. Ze keken gewoon op de stal,
Maar omdat ze dus niet aangrenzend aan het perceel woonden, want er zat een perceel van iemand anders tussen, maar gewoon een weiland. Dus, maar je zag wel wat daar gebeurde. Ook zij werden aangemerkt als niet belanghebbende. En hun zienswijze werd ook als niet ontvankelijk verklaard. Beide gevallen gingen ze naar de Raad van State en de gemeente werd in het ongelijk gesteld. Maar intussen waren we wel een jaar verder en is hierdoor de aanbouw bijvoorbeeld van een eierlokaal, in dit geval aan de Polderweg, zonder behandeling van de achteraf terechte zienswijze, gewoon doorgegaan. Niets meer aan te doen, voorzitter. Het heeft allemaal in de tabantje gestaan onlangs. Buurvrouw van kippenboer in Geerdijk kan toch bezwaar maken. Kijk er nog eens naar. Maar ik ga naar een huidig voorbeeld, want het gebeurt nu vandaag de dag nog steeds. Medio augustus dient een bewoner aan de Polderweg een aanvraag in voor een omgevingsvergunning. Dat deed hij in het vorige geval trouwens niet. Dus hij heeft geleerd, zou je denken, voor vervanging van een stalinrichting van een kippenboerderij. Dit wordt gepubliceerd in een gemeentecontact. In gevolg van de inspraakverordening dient de buurtbewoner een zienswijze in halverwege september. 3 weken later, maar ruim binnen de termijn. Ondanks die zienswijze nog niet is behandeld en ondanks dat de omgevingsvergunning van de aanvrager nog niet is verleend, begint de bewoner gewoon met grondverzetten, deel van de sloop van de stal en dat soort werkzaamheden. Dit constaterende en ondanks telefoon- en mailverzoek enkele weken geleden besluiten meerdere bewoners een handhavingsverzoek in te dienen. Want er is sprake natuurlijk van illegale bouw, want het mag niet, er is geen vergunning. Vandaag krijgen de inwoners een brief van de gemeente. Het verzoek van handhaving, en het gaat hetzelfde verhaal weer als in verlediging, wordt binnen 8 weken afgehandeld. En de bewoners van een stukje verder voor de stalinrichting, die bouwen intussen gewoon door, zonder vergunning. Terwijl het niet aan het bestemmingsplan voldoet. Gaat ook hier weer achteraf gelegaliseerd worden, voorzitter. Ik zou dus de portefeuille willen verzoeken om op te treden. Want je kunt wel een inspraakverordening hebben. En we hebben hier een duidelijk geval van 2 belanghebbenden. Maar dan moet je er wel wat mee doen. Als iemand een omgevingsvergunning aanvraagt en dat is nog niet verleend. En dan komt er een zienswijze. Dan moet die zienswijze over handhaven. Dan moet er onmiddellijk opgetreden worden. De bouw moet gewoon morgen nog stopgelegd worden, voorzitter. Anders heeft een inspraakverordening geen enkele zin. Tot zover onze bijdrage, voorzitter. Dank u wel, meneer Elsinga. Ik geef graag het woord aan meneer Reusken van de PvdA GroenLinks-fractie. Dank u wel, voorzitter. Ik had me als Partij van Arbeid-fractie of Partij van Arbeid GroenLinks-fractie niet aangemeld voor de eerste termijn en werd toch getriggerd door de inbreng van het CDA en het SGP. En vooral daar waar ook de beantwoording van de burgemeester ging over het efficiënter en argumentatie efficiënter kunnen werken. Wat ons betreft kan efficiëntie nooit het argument zijn om inspraak voorrang te geven aan een efficiëntere manier van werken. Daar waar partijen nog alsnog, ook al zijn ze in het voortraject betrokken, de gelegenheid willen hebben om in te spreken en te reageren, moet dat mogelijk zijn. En als het college haar werk goed gedaan heeft en er zijn geen reacties in een tweede periode, dan is dat hartstikke goed, want dat betekent dat het in het voortraject goed gedaan is. Maar dat wil niet zeggen dat je vervolgens de mogelijkheid moet opheffen om dat volgens voor diezelfde partijen niet meer mogelijk te maken. Dus ik zou zeker ook andere partijen willen oproepen om daar eens meer goed naar te kijken en daarbij het bij de raadsvergadering nog eens met elkaar over te hebben, dan wel met elkaar daar wellicht een amendement op door te voeren. En daar zouden wij zeker over na willen denken. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Reusken. Ik kijk even naar mevrouw Van der Kolk, of u nog een reactie wenst. En dit vat ik op als een ja, dus aan u het woord. Voorzitter, even richting de heer Elsinga. Die geeft een aantal concrete voorbeelden aan. Daar ga ik op dit moment niet op in. En de heer Reusken die doet een oproep en ik wacht het debat in uw raad wel af. Dank u wel, mevrouw Van der Kolk. Volgens mij kunnen wij concluderen dat dit punt doorgaat naar de bespreekagenda voor de raadsvergadering van 20 november 2018. Dan ga ik graag door. Ik zie instemmend geknikt, dus dat we stemmen mee tevreden.
Met agenda punt 4, strategisch vastgoed van de portefeuillehouder de heer Koster. En daar geef ik graag het woord aan de indiener en de enige aangemelde partij, meneer Veldmeijer, PVV. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan het vrij kort houden. Er kwam een beleidskader strategisch vastgoed kwam op de lijst te staan. Ik dacht van, hey, dat is een mooie kapstok voor iets wat ik hier naar voren wil brengen. En zeker aan de wethouder wil vragen. En dat is dat wij, en ik wil niet vooruitlopen op de begroting, hè, dat komt in november aan bod. Maar ik las wel in de begroting dat we 1,6 miljoen per jaar aan onderhoudskosten kwijt zijn, ongeveer. Aan vastgoed, zeg maar. En gezien de situatie van de gemeente met tekorten en de exorbitante verhoging van de OZB, dacht ik, is het niet eens zinvol om eens te kijken, om eens te onderzoeken wat de waarde is van het vastgoed en of we delen van het vastgoed kunnen verkopen om iets te doen aan het begrotingstekort. Ik weet niet of dat überhaupt een optie is, of dat in het verleden is onderzocht. En wat, als dat is onderzocht, wat toen de conclusie is geweest. Maar ik wilde gewoon aan de wethouder vragen, en ook aan de andere partijen. We hebben binnenkort die begrotingsbespreking, hoe die andere partijen daar tegenaan denken. Omdat wij vinden als PVV dat je eerst moet snijden in je eigen vlees voordat je de belastingen gaat verhogen. Maar nogmaals, graag zou ik van alle partijen, maar ook van de wethouder, willen weten of dat überhaupt een optie is om delen van het vastgoed te verkopen. Dat was het, voorzitter. Oké, dank u wel, meneer Veldmeijer. Dan geef ik denk ik als eerste het woord aan de portefeuille in deze, de heer Koster. Meneer Koster, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, de vraag of verkoop van gemeentelijk vastgoed, of dat een optie is. Ja, dat is een optie. En we zijn nu bezig om het beleidskader strategisch vastgoed voor te bereiden. En zoals u in de raadsbrief heeft gezien, is er een inventarisatie geweest van het gemeentelijk vastgoed. Met de daarbij behorende waardes. En er zijn nu intern en extern gesprekken gaande. En wij hopen in het voorjaar van 2019 u het beleidskader aan te bieden. Blijf even staan als u wilt, meneer Koster, want ik zie dat de heer Veldmeijer richting interruptiemicrofoon gaat en ongetwijfeld een vraag voor u heeft. Heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Nou, dan wachten we dat in ieder geval af. Maar waarom is daar nu niet met het oog op de begroting 2019 wat vaart meegemaakt om bijvoorbeeld te zorgen dat die OZB-verhoging niet zo hoog uit zou komen? Meneer Koster, aan u het woord. Nou ja, feitelijk staat het natuurlijk in de raadsbrief die uw raad is toegezonden. De notitie beleidskader strategisch vastgoed had eigenlijk al eerder aangeboden moeten worden. Dat is vanwege prioriteitsstelling, kunt u lezen in de brief, niet gebeurd. En daarom komen wij met die notitie pas in het voorjaar van 2019 bij u. Het vergt natuurlijk nog wel wat inventarisatie en dergelijke. Dank u wel, meneer Koster. U heeft nog een aanvullende vraag, meneer Veldmeijer. Ja, dank u wel, voorzitter. En die begroting ligt er, de keuzes zijn gemaakt. Is die begroting toch nog beïnvloedbaar door eventueel toch te praten over het verkoop van vastgoed? Of ga ik nu een brug te ver? Moeten we echt wachten op hetgeen waar u mee in het voorjaar gaat komen? Meneer Koster, aan u het woord. Ja, ik meen dat u zojuist zei dat u niet vooruit wilde lopen op de begrotingsbehandeling van 13 november. Dus laten we de begroting laten en laten we het beleidskader strategisch vastgoed in voorjaar 2019 behandelen. Dank u wel, meneer Koster. Ik kijk even voor de tweede termijn. De oproep van de PVV was volgens mij helder, dus ik vraag, kijk graag even rond wie in tweede termijn zijn zegje wil doen. Ik zie daar geloof ik geen handen omhoog gaan. Dan kunnen we volgens mij concluderen dat op dit moment verdere agendering van dit punt niet aan de orde is.
En dat we hier bij het raadsdebat van 30 oktober kunnen afsluiten. Rest me niets dan mevrouw Janssen-Smelt, moet ik zeggen, te danken nog voor de tractatie die te loop voorbij kwam. En dan wens ik u allen een bijzonder fijne en prettige avond toe. Dank u wel.